van harte welkom op deze Handje van Leeuwen. De regie vanmiddag is in handen van Sanne van Haag. Dat is al jaren zo en dat gaat al jaren heel erg goed. Ik heet speciaal welkom Bernie Bakker, die de Handje van Leeuwen lezing zo direct zal uitspreken. We hebben alleen gemeend om even stil te staan bij het overlijden van Handje van Leeuwen. En die kan dat beter doen dan Martijn de Vosse, die samen met Hannie en de voorzitter Hans-Martin Dom de idee van de Hannie van Leeuwenlezing heeft ontwikkeld en die ook jarenlang met haar heeft samengewerkt. Met heel veel plezier geef ik het woord aan Martijn de Vosse. In 2004 heb ik Hannie leren kennen als voorzitter van de toen geïnstalleerde Taskforce Handicap Samenleving. Ik werd ook gevraagd om secretaris-directeur te zijn. En het doel was om een aantal projecten te ontwikkelen, heel veel inclusief denken en doen voor mensen met een beperking. We hebben heel wat gedaan. Maar een van de activiteiten die we samen hebben gedaan was het bezoeken van lokale platforms bij gemeenten en bij gemeenten waar dan gesprekken werden gevoerd tussen leden van het college van BMW en lokale platforms. En dat deed Hannie zeer gedreven. Ze was buitengewoon goed voorbereid, soms zelfs beter op de hoogte van de portefeuille van de wethouder dan de wethouder zelf. Ze had altijd zich goed voorbereid met het collegeakkoord, stukken van de betrokken wethouders. Maar ze spaarden ook niet het lokale platform. Op het moment dat er een discussie was waarin het platform zei van ja, wij doen niks, maar het is de gemeente die het moet doen, dan konden ze dat ook in het gesprek zelf heel duidelijk aangeven en wilde het ook niet aan. En zij was, ook in debatten, was zij zeer betrokken, voor zo'n zeer sociale vrouw, maar ook een vrouw met een zwak voor mensen met een beperking en uiteraard ook een zwak voor mensen die ouder zijn. Maar ze kon soms ook in de dag een tikkeltje vilijn zijn om mensen op die manier toch te herinneren aan hun verantwoordelijkheid, hetzij als bestuurder, hetzij als representant van de consumentenvereniging. We hebben het land helemaal doorgereisd. Een van de voordelen van het samenreizen met Hannie is dat je nooit de radio of muziek aan hoeft te doen. Want of het nou 's ochtends 7 uur was of 's avonds dat ik haar naar huis bracht, ze woonde toen in Zoetermeer. Ik zou willen zeggen, je zet Hannie aan en die zet je uit in Zoetermeer. Hannie kon ook buitengewoon goed improviseren. Ze was een keer uitgenodigd bij een bijeenkomst in Rotterdam, waar een Nederlandse afdeling van het Europese organisatie van jongeren haar een prijs uit wilde reiken. En ze had een heel mooi verhaal voorbereid. We kwamen daar aan, we werden keurig de eerste rijen begeleid. En de voorzitter van die afdeling begon te praten en toen zei ze gelijk tegen mij, die is iets van mij, kan ik wel naar het papier gooien. Vervolgens nam ze het woord en volstrekt onvoorbereid heeft ze daar een verhaal gehouden waarbij ze, ik zou maar zeggen, als vanzelfsprekend begon met haar ervaring in de jaren 1940 en 1945. En toen zag je al de zaal wat onrustig worden in de zin van, oh, nou ja, oma verteld en dat is zo voorbij. En opeens maakte ze een omslag waarin ze tot 2006 of 2007 gebruikt als referentiekader hoe jongeren nu om te gaan met het voorkomen van onderscheid in ras of beperking of anderszins een onderscheid maken. En dat het gaat om gelijkwaardigheid en dat je daar als jongere hele taken hebt. Het werd steeds stil. Het werd muisstil en na 20 minuten nadat iedereen aandeloos had geluisterd, toen haar slotwoord was nauwelijks uitgesproken. Of een daverend applaus, een staande ovatie was haar ten deel. Dat is Hannie die ook betrokken was richting jeugd.
Maar Harry was ook iemand die opkwam voor onrecht. Of dat nou was voor regelingen die verkeerd uitpakken van ouderen of van mensen met een handicap. Zij kwam er altijd voor op. Toen ze 80 werd, waarvoor ik haar persoonlijk werd uitgenodigd, toen sprak Mirjam Wijsseveld, nu burgemeester van Delft, de voor mij historische woorden: Harry is in 1943 in verzet ingegaan. En is dat zo. Ik ben ook regelmatig bij haar bezoek geweest en niet alleen bereidde ze haar werk voor de overleg met wethouders in de platforms, maar ook in het overleg met mij. En ook ik betrapte mezelf wel eens op dat ze dingen wist die waarvan ik denk dat ik even moet weten. Maar dan zei ze dan volgende keer, nu wil ik dat weten. Maar elke keer stond er een kopje koffie voor elkaar, plus een spreekwoordelijke voor de koek. Dat heeft overigens tot vlak voor haar overlijden nog voortgezet, want na 2011 in de werkzaamheden afgelopen waren, heb ik met haar contact blijven verhouden. En elk kwartier kwam elke kwartaal kwam bij haar voor een kopje koffie of voor een praatje. Ik heb van erbij meegemaakt, juist omdat zij opkwam voor het tegengaan van onrecht, hoe het haar persoonlijk heeft geraakt, zowel fysiek als psychisch, toen het CDA in overleg ging met de BVV om een gedoogconstructie te ontwikkelen. Neemt er voor mij aan dat het haar enorm veel verdriet heeft gedaan, tegelijkertijd stond vast te passen, was in de oorlog, bleef ze dat tot aan de dood. Zei ze, ik ben lid van het CDA, dat zal ik ook tot aan mijn dood blijven. Ze had ook wel een eigen wijsheid om dingen op te pakken en soms adviseerde ik haar ook om iets anders te doen en zei ze, nou, dat komt wel goed. En vaak kan het ook goed en soms liep het iets anders dan zij had verwacht. Maar haar eigen wijsheid van handelen vertaalde ze ook wel in haar eigen wijsheid. En vooral ook dat iets wel gedaan moest worden zoals zij dat had gedaan. En regelmatig was zij in een telefoongesprek met mijn secretaris, die regelmatig ook met de witte vlag op het bureau zat als haar niet dan had gebeld omdat er iets niet goed was gedaan. In 2010 was ik nog werkzaam bij de Transforce en kwam ik in het bestuur van de koepel van de adviesraden. En zoals Bert net al zei, Hans-Martin Don en ik vonden het een goed idee om Harry te vragen als naamgeefster van de lezing. Hans-Martin Don had hem overigens leren kennen tijdens zijn Transforce voorzitterschap en zij. De enige wethouder zat, daar kun je nog eens een keer mee praten. Hij moet alleen veranderen van de partij. Hans-Martin Don en ik hebben toen een keer een gesprek gevoerd met Hanni. En Hanni zei al eerst naar mij naar voren, ja, ik moet er even over nadenken, want ik heb nog heel druk. Dat ik wist dat ze het heel mooi vond. En dat heeft ze ook tot vorig jaar gedaan, om gedreven als was. Bij de bijeenkomsten te luisteren en commentaar te geven op degene die dit jaar had gehad. Ik herinner zelf aan en ik denk van Nederland als een gedreven sociale vrouw die geen blad voor de mond nam en dat deed ze ook bij de Annie-Lezing. En ik denk dat wij vast kunnen stellen dat we zullen haar missen. En namens het bestuur vraag ik u even om te gaan staan. En heren, goedemiddag. Ik ga even een beetje uit het licht staan. Er staat hier zo'n beamer met deze prachtige foto. Alleen het licht is niet zo fijn. Martijn, dankjewel. 5 minuten zou het maximaal duren, zei je van tevoren. Dat is niet gelukt. Maar dat vind ik ook helemaal niet erg. Het duurde geen seconde te lang volgens mij. En ik heb het idee dat de mensen om mij heen het ook zeer waarderen wat jij vertelde over Annie van Leeuwen. Dankjewel. Dames en heren, mijn naam is Stan Verhaag. Ik ben hoofdredacteur van WMO Magazine. En ik mag inderdaad voor het 6e jaar, Bert Holman noemde dat al even, deze lezing en de aansluitende
discussie in goede banen proberen te leiden. Bert zei dat dat elk jaar goed gaat tot nu toe. En ik kan u verzekeren, resultaten uit het verleden bieden geen enkele garantie voor het heden. Dus dat is even afwachten of dat dit jaar weer goed gaat. Ik ga beginnen met het programma. Zometeen gaat Jannie Bakker de 7e Annie van Leeuwenlezing uitspreken. Die heeft zij zeer zorgvuldig voorbereid, weet ik. Daarna hebben we een paneldiscussie, zoals ik al zei. Twee wethouders en twee bestuursleden van Adviesraad Sociaal Domein gaan reageren op die lezing. Gaan vervolgens met elkaar in gesprek, gaan met Jannie Bakker in gesprek en gaan met u in gesprek. Dus dat belooft wat. We hebben daar ruim de tijd voor. En daarna komt er nog een verrassingsoptreden. En wat het inhoudt, ga ik dus nog niet vertellen. Ik zal daar straks wel iets meer over vertellen. En dat belooft wel tamelijk bijzonder te worden. En daarna, en dat is voor sommige mensen misschien wel het allerleukste onderdeel, gaan we borrelen en netwerken. En dan zijn we klaar hier in Utrecht. Elk jaar hebben wij weer een mooie locatie, wil ik wel even gezegd hebben. Het is volgens mij ook elk jaar nog steeds een andere locatie geweest. Ik kijk even naar de bestuursleden. Ja. Elk jaar goed gelukt volgens mij. Jannie Bakker Klein, zoals u officieel helemaal heet. Uw echtgenoot is ook hier trouwens, mag ik er wel bij zeggen. Zij gaat de 7e Annie van Leeuwenlezing houden zo meteen. Wie weet niet wie Jannie Bakker is? Of wie weet dat niet ongeveer? Mevrouw Bakker draait zich nu al om, want die is heel nieuwsgierig om op de verste hoek te gaan. Stuk of 12, zeg ik even in de gauwigheid. Voor u zal ik uitleggen dat zij ooit 7 jaar lang directeur was van de Nierstichting. Zeg ik goed, hè? Altijd link hoor, als je informatie van tevoren krijgt en dat niet even gecheckt hebt bij degene om wie het gaat. Ze was ook 12 jaar wethouder in de gemeente Huizen. Daar leidde u de transformatie van het sociaal domein in goede banen. Want u begon daar, even terugrekenen, in 2006 of zo. En in 2007 kwam de WMO. Oké, dus die heeft u vanaf het begin helemaal begeleid daar. En sinds 1 september bent u iets anders gaan doen van dit jaar. Namelijk voorzitter van de Raad van Bestuur van Movisie, het kennisinstituut. Over het waarom van die overstap wil ik het straks nog even hebben na de lezing, want daar ben ik zelf heel nieuwsgierig naar. Want ik heb u ook leren kennen als wethouder. We hebben elkaar een paar keer ontmoet, bij dit soort gelegenheden, maar ook bij andere rondetafelgesprekken. En ik heb u leren kennen als een wethouder die, waarvan ik me wel eens afvroeg, hoe vaak zit ze eigenlijk in Huizen? Want u was zoveel onderweg. U kwam zoveel op andere plekken. En dat deed u omdat u nieuwsgierig was, volgens mij. U wilde weten hoe het op andere plekken eraan toe ging. U was leergierig. Maar u wilde ook graag delen waar u zelf mee bezig was in Huizen. En daar werd ook veel, daar was ook veel vraag naar. Want mensen vonden het interessant hoe u dat daar, samen natuurlijk met de WMO-raad en met de gemeenteraad, hoe u dat daar aanpakte. En al deze dingen die ik nu vertel, die leiden ertoe dat het bestuur van de koepel heeft gedacht, zij is een hele geschikte persoon om die 7e lezing te houden. Meer heb ik eigenlijk niet te vertellen op dit moment. Ik kom straks weer bij u terug, maar we gaan nu eerst, ik heb hier staan 3 kwartier, luisteren naar de lezing. Heeft u enig idee? Heeft u het net zo goed getimed als Martijn da Costa? Houdt iets korter. Oké, hier komt Jannie Bakker, dames en heren. Ik vraag om een luid applaus. Dank u wel. Ik heb zelfs even gekeken op internet van hoe lang doe je ook weer over het voorlezen van 1 pagina. En dan hoop dat ik niet heel erg uit de tijd loop. Dames en heren, ik ben ongelooflijk vereerd dat ik vandaag hier de 7e Annie van Leeuwenlezing mag houden. En ik zal beter te verstaan. Ik vind het ook wel een beetje ongemakkelijk dat het de eerste keer is een Annie van Leeuwenlezing zonder dat Annie van Leeuwen zelf daarop gaat reageren. Ik heb net hiervoor heb ik even staan praten met een paar mensen die straks wel gaan reageren. En ik denk dat dat niet minder scherp zal zijn dan wat Annie van Leeuwen het altijd deed. De dia die ik heb meegenomen, die heeft afgelopen zaterdag, de zaterdag ervoor,
bij het CDA-congres is hij heel groot geprojecteerd en toen is Fanny van Leeuwen ook herdacht. En daarbij werd ook aangegeven dat zij op woensdag 1 augustus overleden is op 92-jarige leeftijd. En Rut Petel die noemde haar de koning van het CDA, die haar hele leven stond voor waarden en voor haar principes. Nou, werd het ontzettend mooi kunnen vertellen. In 2012 stond zij ook op deze plaats, niet in dit gebouw, maar wel om de eerste Wang van Leeuwenlezing te houden. En de tekst van die lezing die heeft zij eigenhandig getypt en die staat ook nog op de website van de Koepelorganisatie. Een hele overzichtelijke website trouwens, want alle lezingen zijn nog terug te vinden. En ik heb eens gekeken van wat heeft Wang nou eigenlijk toen zes jaar geleden verteld in die lezing. En zij schetste toen een paar trends die van belang waren, volgens haar voor de ontwikkeling in het sociaal domein. En het doel van haar lezing was om aan te geven hoe gaat het, zal het sociaal domein er in 2020 uitzien. En daar zijn we dus al bijna. De zorgen en die zij schetste, die gingen onder andere over de nadruk die in 2012 gelegd werd op het begrip eigen verantwoordelijkheid. Volgens Wang was er sprake van het ontbreken van een fundamentele discussie over wat nou eigenlijk eigen verantwoordelijkheid zou moeten inhouden. En hoe verhoudt zich dat tot de verantwoordelijkheid van de overheid voor kwetsbare inwoners? En ze uitte ook kritiek op het VNG-project De Kanteling. Dat is een term die destijds aangaf dat de gemeente een kanteling moesten maken in hun denken, recht op voorziening, en dat moest overgaan naar een compensatieverplichting. En het project De Kanteling was volgens Wang veel te veel bedacht door gemeenten en niet door de mensen die een beroep deden op de WMO. En de adviesraden waren volgens Wang nauwelijks betrokken bij de kanteling. En de resultaten van het project De Kanteling waren weliswaar op sommige plekken bemoedigend, maar er waren een paar gemeenten die echt meededen en er was eigenlijk geen representatief beeld van in andere gemeenten ging. En een derde punt ging over de betrokkenheid van de WMO-raden. Ze zeiden dat het destijds was een RMO-advies en die zeiden van nou, gaat het nou om, wat heet de inland stuurde beweging, gaat het nou om de gemeente aan het roer, gaat het om dat mensen stuurman van hun eigen leven worden, of gaat het om de burger en zijn verbonden? En in het project De Kanteling was volgens Wang toch vooral gekozen voor het eerste, de gemeente aan het roer. En ze had niet kunnen terugvinden tot welke verbeteringen voor mensen in kwetsbare situaties de adviezen van de toenmalige WMO-raad hadden geleid. Dus dat was toch behoorlijk kritisch in het geval van de WMO-raad. En na die eerste lezing hebben we gezien dat nog 5 andere mooie tradities hebben voortgezet. Stuk voor stuk mensen met een heldere visie op de ontwikkeling en het sociale domein. Martin van Rijn in 2013, André Rauwvoet 2014, Kim Butters 2015, Jantine Kriens 2016, en vorig jaar Erik Dannenberg. En net als Wang reflecteerde zij ook op actuele ontwikkelingen in het sociale domein en gaven ze nuttige adviezen mee aan de aanwezige vertegenwoordigers van de adviesraad in het sociale domein. En dames en heren, we zijn dus nu 6 jaar verder na die eerste lezing van Wang van Leeuwen. En om heel eerlijk te zijn, naast het feit dat ik me best vereerd voelde door hier de 7e Wang van Leeuwen lezing te mogen doen, heb ik er ook al ambivalente gevoelens bij. Want reflecterend op de ontwikkelingen zoals Wang die schetste, valt mij op dat we eigenlijk sindsdien niet zijn opgeschoten. Er wordt nog steeds geen fundamentele discussie gevoerd over het begrip eigen verantwoordelijkheid. En de beschrijving die in het boek De Verhuizing van de Zorginstaat aan dit begrip wordt gegeven, dat stelt me niet bepaald gerust. Een echte kanteling of transformatie zoals we dat nu noemen in het sociale domein heeft in de meeste gemeenten nog niet plaatsgevonden. Wat opvalt is dat bijna iedere gemeente bezig is met experimenteren, met zoeken naar de beste aanpak. Maar bestuurders, beleidsmakers, leidinggevenden en professionals lopen vooral aan tegen de weerbarstigheid van hun eigen processen en hun eigen organisatie. En hoewel er over het algemeen goede stappen worden gezet, worstelen veel gemeenten intern met financiële tekorten en inrichtingsvraagstukken. En daarmee komt de beschikbaarheid van zorg en ondersteuning van mensen die het nodig hebben in gevaar en dreigen wachtlijsten te ontstaan. Andere punt van Wang, het primaat van de besluitvorming in het sociale domein, ligt nog steeds bij de gemeente. De gemeente staat volgens de recente uitgaven van binnenste buiten van een visie nog steeds boven in plaats van naast de inwoners als het gaat om het primaat van de besluitvorming.
En in diezelfde uitgave las ik dat adviesraden sociale wijn nog steeds worstelen met hun rollen. Precies zoals Hanni in 2012 dat ook al aangaf. Ik citeer: moeten adviesraden het sociale domein vasthouden aan de rol als tegenmacht en aan het eind van het beleidsproces kritische vragen stellen en advies geven? Of moeten ze medewegen naar de voorkant en eerder medeontwikkelaar van beleid worden? En wie bewaakt dat de stem van kwetsbare mensen voldoende wordt meegenomen? En zelf voeg ik daar dan nog maar de vraag van de Leeuwen aan toe: waar kan ik terugvinden tot welke verbeteringen het werk van de adviesraden nu eigenlijk heeft geleid? Kortom, ik zie anno 2018 nog dezelfde onopgeloste vraagstukken als de vraagstukken die Hanni van Leeuwen in 2012 naar voren bracht. Nou ben ik zelf een positief ingesteld mens, maar dit is toch wel een constatering om moedeloos van te worden. En toch wordt er van mij verwacht dat ik iets ga zeggen vandaag over wat u inspireert. Iets over de voortgang van de transformatie in het sociaal domein, over uitdagingen waar u de komende tijd was gekomen te staan en hoe u vanuit uw rol als adviesraad in het sociaal domein waar je mee verder kunt. Maar als we doorgaan, dames en heren, zoals we het in de afgelopen jaren hebben gedaan, dan heb ik zoals ieder jaar weer een mooie discussie met elkaar. We drinken de afloop met elkaar een borrel en we gaan over tot de orde van de dag. Ik heb me afgevraagd hoe erg dat eigenlijk is. Dat we nu al zoveel jaar bezig zijn met de transformatie in het sociaal domein, maar dat dit niet leidt tot opmerkelijke verbeteringen voor de mensen voor wie we doen. En mijn conclusie is: ja, dat is erg. Het is in de eerste plaats erg voor de mensen voor wie we het doen. Ik wil hen geen kwetsbare mensen noemen, want het zijn juist vaak hele krachtige mensen. Maar ze bevinden zich wel in kwetsbare situaties, waardoor het hen niet lukt om economisch zelfstandig te zijn of volledig zelfredzaam. Zij hadden de hoop dat gemeenten meer begrip zouden hebben voor hun situatie, dat er meer ruimte zou komen voor hun eigen verhaal, dat er maatwerk zou worden geleverd waardoor zij weer vooruit zouden kunnen. Deze mensen zijn er de dupe van als alles bij het oude blijft, als de bureaucratie alleen maar verder toeneemt en de bezuiniging op sociale domein juist ook voor hen voelbaar wordt. Als gemeenten er niet in slagen om de doelen van de decentralisaties te realiseren, lopen we het risico dat deze mensen gefrustreerd afhaken. Dat we eigenlijk het systeem van de verdelende rechtvaardigheid zoals we dat kenden vanuit die oude AMBZ weer terug hebben, maar dan op het lokale niveau. Als we dit scenario volgen, dan zullen we in 2020, 5 jaar na de decentralisaties, moeten constateren dat we als gemeente kansen hebben laten liggen om het sociale domein zo te transformeren dat het voor mensen in kwetsbare situaties echt heeft geleid tot duurzame verbetering. In sommige gemeenten gaat het wel goed met de transformatie, maar in andere gemeenten die soms ook wel goed op weg waren met de transformatie, zien we nu grote financiële tekorten ontstaan. En die dreigen daarom weer terug te vallen van integraal werken, individueel maatwerk, naar een oude situatie van kille bezuiniging en verdelende rechtvaardigheid. Dit scenario kan dus ook zomaar weer gaan leiden tot een terug naar afbeweging, waarin we de ruimte die gemeenten hadden om echt maatwerk te leveren, stukje bij beetje weer gaan zien teruggepakt worden door het Rijk. Omdat de decentralisaties toch niets anders hebben opgeleverd dan bureaucratie en kostenstijging. En het zou niet voor het eerst zijn als we in Nederland zo'n golfbeweging zien van centralisatie naar decentralisatie naar weer centralisatie. Recent, ik zei het net al, verscheen het lezenswaardige boek Een tijdschrift voor sociale vraagstukken, het jaarboek daarvan, met de titel De verhuizing van de verzorgingsstaat. En daarin wordt niet echt een rooskleurig beeld geschetst van de dagelijkse praktijk bij gemeenten. Ik lees er een pleidooi in om de beweging weer terug te zetten. Ook de visie die daar aan de grondslag ligt veel aanhangers krijgt, kan ik niet voorspellen, maar ik vind het een zorgelijke ontwikkeling. Omdat ik er ook echt van overtuigd ben dat gemeenten door de decentralisaties in het sociale domein wel degelijk het verschil kunnen maken van mensen. Om dat te voorkomen dat we straks in 2020 de lezing van Hanni van Leeuwen uit 2006 gewoon over kunnen doen, omdat er helemaal niets veranderd is, moeten we mijns inziens het dus nu echt over een andere doel gaan gooien. En ik wil in het komend half uur proberen om u mee te nemen in een uitdaging om met elkaar een andere weg te zoeken. Ik wil u meenemen in een duiding van wat er in het sociaal domein eigenlijk aan de hand is, zodat u vandaag na vandaag misschien wel beter gaat begrijpen hoe het komt dat transformeren in het sociaal domein zo weerbarstig is. Maar ik hoop ook dat we niet te lang stil blijven staan in analyses van de werkelijkheid, maar dat we echt in een actiemodus komen. En onderschat uw rol als adviesraad in het sociaal domein daarbij niet.
U heeft een hele belangrijke sleutel in handen om in uw gemeente, ook de noodzakelijke transformatie te helpen versnellen. En ik hoop dat u vanmiddag weer hier ook enthousiast over kan krijgen. Ik heb net al gezegd, ik ben sinds 2 maanden bestuurder van de Visie. Dat is een kennisinstituut voor samenhangende sociale vraagstukken. Maar ik maak in deze lezing ook gebruik van mijn inzichten als mijn wethouder de afgelopen 12 jaar. En ook vanuit die periode mijn inzichten die ik bij de VNG heb opgedaan. En in diezelfde periode heb ik ook een onderzoek gedaan. Ik hoop binnenkort ook daarop te promoveren bij Arjen Vlaanderen. En de titel van dat onderzoek, de titel van het proefschrift, zal worden Anders Kijken. En ik dacht van, nou, ik geef u de primeur, want ik heb de titel van deze lezing ook laten zijn, Anders Kijken. Want dames en heren, naar mijn overtuiging is het echt nodig en het is de sleutel tot een succesvolle transformatie dat we echt anders gaan kijken. Ik ben ook uitgenodigd omdat in de huis, in de periode dat ik daar wethouder was, het een of ander gebeurd is in de transformatie, waar ja, mensen dachten, hé, dat valt op. Dat was ook de reden dat ik vaak voor lezingen werd gevraagd. En we hebben dat vastgelegd in een boek. Ik heb het even meegenomen. Het is in Huizen te bestellen. Ik ben niet meer in Huizen, dus ik kon maar 1 boek meenemen. Maar als u het interessant vindt, kunt u het bestellen. Het boek heet Wat nodig is. Het is een uitspraak die gedaan werd door eigenlijk al onze ambtenaren. Die zeiden, wij doen wat nodig is. En in het boek staan allemaal verhalen van ambtenaren in de gemeente Huizen die vertellen hoe zij bezig zijn geweest met de transformatie. Nou, ik vind het heel lezenswaardig. Ik zou zeggen, bestel het gerust, want er zijn er gerust. Ik zal u even in het kort vertellen wat er in huis gebeurde en waarom ik zelf heb gezien van hoe weerbarstig transformeren is. Wij begonnen met fundamenteel anders kijken toen de WMO was worden geïmplementeerd. Dat was in 2006. We zijn begonnen door met elkaar vast te stellen, maar ja, wat betekent het nou als we echt de inwoner waar we het om doen, als we die centraal willen stellen? Want iedereen zegt dat wel, we zetten de inwoner centraal. Maar als je dat nou echt gaat doen, wat gebeurt er dan? Wij noemen dat vraagsturing. En de bedoeling was dat we dwars door alle financiële schotten en systemen heen van de vraag van mensen centraal zouden stellen. En dan via maatwerkoplossingen zouden gaan regelen wat die mensen nodig hadden. Nou, we schaften dus het productenboek af dat we hadden in de WMO en we spraken af dat we gewoon zouden gaan doen wat mensen belangrijk vonden. Dat klinkt eenvoudig en eerlijk gezegd, dat was het ook. De financiering die maakten we vraagvolgend. Dus we zeiden van nou, als mensen iets nodig hebben, dan gaan we dat financieren. Dus de financiering volgt de vraag en dat betekent dus ook de einde financiering. En ik was in die periode ook wethouder financiën en mijn medewerkers op de financiële afdeling die zeiden van mensen hebben een oneindige vraag. Dit gaat financieel helemaal uit de klauw lopen. En toen heb ik gezegd van nou, weet je, laten we het een jaar proberen. En mocht het nou helemaal uit de hand lopen, dan kunnen we altijd met mensen opnieuw in gesprek en zeggen we moeten het persoonlijk. Dus we zijn het gaan doen, we zijn alles gaan financieren voor mensen nodig en wat ze zelf voelen. En het waren mensen die tegen mij zeiden, ja, u vraagt wij draaien. En toen zei ik, ja, maar alle anderen die doen wij draaien terwijl er helemaal geen vraag is. En ik was echt overtuigd dat het eerste goedkoper uit zou pakken en voor mensen veel meer passende zorg zou opleveren. En ik heb gelijk gekregen. Versobering is nooit nodig geweest, want als je mensen een lijstje voorlegt met zaken waar ze recht op hebben en ze mogen aanvinken wat ze denken nodig te hebben, ja, dan kan ik me voorstellen dat je dan dingen aanvindt waarvan je denkt, nou, dat zit ook wel wat in. Maar onze ervaring was dat als je echt het gesprek met mensen aangaat en op zoek gaat naar wat echt van betekenis voor mensen is, wat het voor hen werkelijk toe doet, dan heb je een heel ander gesprek. En dan vragen mensen niet om dingen die niet belangrijk zijn. En ik herinner me nog de verbazing uit die periode dat we op een gegeven moment een meneer en die wilde zijn kinderen van school halen, maar die had ernstige rugproblemen. Hij kon niet zitten en hij kon dus ook zijn kinderen niet van school halen. En die meneer hier kreeg een zegwee van de gemeente. Het was zo'n ding waar je op kunt staan en dan kun je dan ook even plaatsen. En die dingen die waren 2 keer zo duur als een scootmobiel. En toen zeiden de buurgemeente, in Huizen krijg je zelfs een zegwee. En, maar wat ze niet zagen was dat zeg maar, dat eenmalig wel een stuk duurder was dan een scootmobiel. Maar dat heel veel andere scootmobielen helemaal niet gevraagd werden. Dus onderaan de streep hielden we heel veel geld over. En dat maakte ook dat gemeenten in onze regio geïnteresseerd waren in onze aanpak.
Niet omdat we deden wat mensen van belang vonden, maar vooral omdat we geld overliepen. Ik dacht zelf van, nou ja, niet erg, want als dat werkt, dan gaan mensen vanzelf ook die kant op. En ik vond het ook prima dat andere gemeenten het ook gingen doen, want dat maakte ook onze discussies met zorgaanbieders een stuk makkelijker. Want het is wel heel fijn als je regionaal dezelfde lijn kiest en ook goed regionaal samenwerkt. En dat is ook gelukt. Toen kwam in 2015, kwamen we tot de decentralisaties en ik had het idee van, nou, wij doen wat mensen nodig hebben, dus we krijgen heel veel mensen erbij, we blijven gewoon doen wat ze nodig hebben, dus ja, wat verandert eigenlijk. Dat bleek achteraf toch iets te simpel geredeneerd. De complexiteit van vragen van mensen nam enorm toe. Afhankelijk dachten we dat ongeveer 20% van de vragen die we zouden hebben complex zou zijn en 80% niet complex en dat bleek andersom te zijn. Dus de werkdruk onder onze professionals nam enorm toe en de frustratie dat ze eigenlijk niet meer konden doen wat nodig was, nam ook enorm toe. Integraal werken werd belangrijker dan ooit, maar we hadden nog altijd een eigen sociale dienst, een eigen maatschappelijke dienst, ieder met een eigen organisatiecultuur. En de jeugdzorg had ook een heel eigen dynamiek, daar hebben we gecertificeerde professionals in ons en die hadden een andere status dan de andere professionals. En bovendien konden we ook in die overgangssituatie voor de jeugd het vraagvolgend financieren niet in. Kortom, we hebben echt 2 jaar gemodderd. We hebben heel veel geleerd in die periode in de fouten. En het is te danken aan de enorme gedrevenheid van onze professionals en aan de doortastendheid van leidinggevenden, dat we ondanks alle fouten die we gemaakt hebben in die tijd, toch in geslaagd zijn om het integraal werk in het sociale domein te realiseren. Dat begon met het opheffen van de sociale dienst en met het bouwen van een nieuwe organisatie. Als je een nieuw huis bouwt, dan moet het fundament stevig zijn. En in veel gemeenten vindt de dienstverlening aan inwoners nog steeds plaats vanuit sociale wijkteams waar professionals gesprekken voeren met inwoners om vervolgens zeg maar, de inkomensondersteuning of andere benodigde voorzieningen te regelen bij de gemeentelijke diensten. Dat is dus dubbelop. In huizen doen professionals het gewoon allebei. Ze gaan een gesprek aan met de gemeentelijke sociale met de inwoners en ze regelen ook meteen wat nodig is, dus de uitkering of de voorziening. We hebben met elkaar een dienstverleningsconcept gemaakt en daarin hebben we gekeken welke waarden vinden we nou van belang. En wat ook heel erg belangrijk is geweest en daarom is het ook zo succesvol geweest, het vertrouwen in onze eigen geëngageerde, ondernemende, pragmatische professionals stond voorop. Goed, dat even over wat we in huizen gedaan hebben. Nu weer even terug naar de lezing van Annie van Leeuwen. Anders kijken dus. Om te beginnen zou ik u willen adviseren om te beginnen met anders kijken naar ambtenaren. Ik wil heel graag een hardnekkig misverstand over ambtenaren uit de wereld helpen. Bij ambtenaren denken we vaak aan mensen die starre regels volgen, die vooral uit zijn om te ondersteunen, aan inwoners te weigeren, die geen begrip hebben van de situatie van inwoners en van het echte leven. Dames en heren, dat beeld van ambtenaren klopt niet. Ambtenaren die bij gemeenten of in gemeentelijke wijkteams dagelijks in contact staan met mensen, zijn geen bureaucraten. Het zijn professionals met een intrinsieke motivatie om voor mensen te doen wat nodig is. En ik ga u dus een anekdotisch verhaal vertellen van een van de ambtenaren in onze gemeente. Ik heb zijn eigen verhaal opgeschreven, dus ik doe het ook met zijn taal. Hij zei, ik had een cliënt die al 30 jaar aan de drugs was. Hij accepteerde dat hij verslaafd was. Hij had ook van de pillen, methadon. Die verhandelde hij ook weer voor die troep, zal ik maar zeggen. Zo zwaar zat die man aan. Dan kan je gaan zitten op, je moet van je verslaving af. Maar je kunt ook accepteren dat hij is met zijn verslaving. En dan denken, waar liggen de mogelijkheden? Hij zag er niet uit. Als je hem zag, dan dacht je, die krijg ik niet meer aan het werk. Maar dan zie je altijd dat er wel weer mensen zijn uit het netwerk die toch wel begaan zijn met zo'n iemand. Die zwagen van hem dus. Tja, ik kwam erachter dat hij daar werkte. Toen kon ik 2 dingen doen. Ik kon gaan handhaven en kort op zijn uitkering, want het is natuurlijk vrouwen. Ik kon er ook vanuit gaan. Ik kon er namelijk vanuit gaan dat hij er geld voor kreeg. Maar ik kon ook andersom kijken en denken, hij heeft daar werk, dus kennelijk ziet niemand wat in. Ik ben dus gaan praten met die zwager. Ik heb hem gevraagd, kunnen we het niet witmaken? Zo kon ik het ook oplossen.
hebben voor een rijbewijs gezorgd, want dat was volgens die zwager nodig om hem in dienst te nemen. En vervolgens heeft zijn zus de hele financiële administratie van hem overgenomen. Legt die verantwoordelijkheid maar bij de sociale kring van hem. Dan komt hij weg bij de gemeente uit de uitkering, je hebt er minder zorg om. En hij komt in een veel gelijkwaardige situatie, ook ten opzichte van de gemeente. En er zijn mensen die de hele dag voor hem zorgen. Waar hij naartoe komt, zonder dat een professional het weet. En als je op die manier naar mensen kijkt, dan zie je dat er heel veel mogelijkheden zijn. Het valt op in het verhaal dat die professional zegt, ik kom twee dingen doen. Hij zou kunnen kiezen voor de weg van de handhaving. Dat zou een verdedigbare keuze geweest zijn in de gemeente. Maar hij kiest voor iets anders. Hij kiest niet voor de regel bij vrouwen kort op de uitkering, maar hij bewandelt een ander pad. In het boek De Verhuizing van de Verzorgingsstaat wordt opgemerkt dat het beleid van de gemeente uitgaat van praten over mensen in plaats van met mensen. Misschien bent u als adviesraad betrokken bij zo'n gemeente die dit beleid hanteert, maar persoonlijk heb ik nog nooit een gemeentelijke beleidsnota gezien waarin dat staat. Net zo min overigens als gemeenten die zouden vinden dat iedereen zelfredzaam moet zijn. In de afgelopen week heb ik ook nog eens nagevraagd bij de deskundigen van de VNG, maar ook zij begrijpen niet goed waar die beelden vandaan komen. Professionals die meegaan in dat beleid, zo stellen Tompens en anderen, die hebben meestal een achtergrond van werken in een bureaucratische setting. En professionals die zich tegen dat beleid verzetten, die hebben een zorgachtergrond. Zelf heb ik tientallen professionals gesproken bij de overheid die dagelijks in dagelijks. Sommigen hebben een zorgachtergrond, de meeste niet. Ik heb het verschil in strategie niet meer aangetrokken. Ik weet ook niet hoe u als leden van adviesraden tegen gemeente professionals aankijkt, maar neemt u van mij aan dat we een enorme versnelling met elkaar kunnen maken in de transformatie. Als we beginnen met vertrouwen in deze professionals. Tonkens en anderen die vroegen zich af vanuit welke logica die professionals leren. En ze zeggen, ja, er is nog geen onderzoek naar gedaan. Dat heb ik dus wel gedaan. Maar binnenkort zijn afronden. Maar ik geef u ook een daarvan voorbeeld. Het handelen van professionals is niet goed te begrijpen als we geen aandacht besteden aan die culturele context waarin ze zitten. En dan heb ik een schemaatje van Arjo, wat ik daar altijd voor gebruik, Arjo Kramer. En dat is deze. En dan zie je dus dat je moet werken als professional in een marktsituatie. En dan zie je ook dat dan begrippen zijn. Maar je kunt ook zitten in een overheidsorganisatie, je kunt werkzaam zijn in een sociale sfeer. En je kunt je ook nog, kan ook allemaal soms tegelijk bij de mensen, maar je kunt het ook in de oorlogs en zeker in je eigen familie kunnen opereren. En je ziet zeg maar in welke, al die verschillende sferen, dan zie je ook dat daar ook andere beelden bij zijn, andere gedrag. Wat ik nou heb ontdekt, is dat onze consulenten die bij de overheid werkzaam zijn, die werkelijk zijn feit in zo'n overheidsorganisatie, interactie via regels, rechtvaardigheid is belangrijk, collectief. Maar zij hebben allemaal een sociale logica, bijna allemaal, echt meer dan 90%. Hebben een sociale logica. Dus wat betekent dat nu voor de transformatie in het sociale domein? Wel nu, de aandacht moet niet gaan naar wat professionals anders moeten doen. Die hebben die sociale logica, die doen wel goede dingen. Maar we moeten anders gaan kijken naar de context waarin die professionals hun werk moeten doen. En dat is de bestuurlijke logica. Daar hebben de professionals last van. Dus als we echt fundamentele keuzes moeten gaan maken, dan moeten we de professionals en de relatie tussen professionals en onze inwoners centraal stellen. En dan moet alles wat daar omheen is, het hele systeem van regels, inkoopmodellen, al die bureaucratische werkprocessen, schotten in de financiering, dat moet allemaal stoppen. Dat systeem maakt het voor professionals namelijk bijna onmogelijk om inderdaad eens contact met mensen nog te doen waar ze voor zijn, namelijk van betekenis zijn. Nog een ander ding uit het verhaal van die man met de metadon. Die professional die kiest geen neutrale positie. Als u de formuleringen die hij gebruikt, hij zag er niet uit, die krijgt hem nooit meer aan het werk, blijkt dat hij dus niet bepaald positief over de man praat. En dat is eigenlijk heel bijzonder, want bij de overheid word je toch geacht om een neutraal mensbeeld te hebben. En dus om je niet uit te laten normatief over hoe mensen handelen. Het is zelfs in onze huidige cultuur bijna ondenkbaar dat je aan een professional vraagt, ga nou eens onderzoeken wat er voor mensen echt toe doet. Want dan kom je echt op waarde en dan wordt het gezien als paternalistisch of nostalgisch. In ieder geval niet neutraal.
wat professionals in relatie tot mensen belangrijk vinden, in relatie tot andere mensen belangrijk vinden, dat blijkt zo uit de woorden die deze professional gebruikt, dat zegt ook iets over hun eigen waarde. Bij een neutraal mensbeeld, hè, wat je geacht hebt te hebben bij de overheid, daar worden waarden als onmatigheid, rechtmatigheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, objectiviteit, die horen daarbij. Maar het is opgevallen waarschijnlijk dat in het verhaal van die professionals gewoon totaal andere waarden van uitdrukking komen. Menselijkheid, respect, compassie. En ik kan u verklappen dat zeg maar, sinds ik dit verhaal heb gehoord, dat ik heel veel gesprekken heb gevoerd met gemeenschappelijke professionals die allemaal een totaal ander mensbeeld blijken te hebben dan het neutrale mensbeeld waarvan wij denken dat ambtenaren het hebben. De meeste professionals zag ik ook even een relationeel mensbeeld. We moeten dus ook fundamenteel anders kijken naar mensen en dus ook naar ons eigen mensbeeld. Hoe kijken we eigenlijk naar mensen? Hoe kijken we naar inwoners, naar mensen die, die hulp komen vragen bij de gemeente? Ik heb daar een soort schemaatje voor gemaakt. Als je neutraal naar mensen kijkt, dan ga je ervan uit dat ieder mens een rationele berekenaar is van zijn eigen voordeel. Dus mensen komen en die willen gewoon iets van die gemeente. Ze willen een uitkering, ze willen een voorziening. En dat is het neutrale mensbeeld. En dan ga je kijken hoe je dat doelmatig, rechtmatig, gelijk, etc. Kunt gaan organiseren. Dat zijn verwante waarden. Nou, ik zie nog een paar van die mensbeelden die je vaak tegenkomt. Het relationele mensbeeld, dat is echt het mensbeeld van wat ik bij veel professionals bij de overheid heb gezien. De mens in relatie tot de ander. En dan zie je ook hele andere waarden daarbij. Nou, hoe belangrijk is dat nou voor u als WMO-raadsleden of als sociaal domeinraadsleden? Het kan dus best zo zijn dat u ook in verschillende waardesferen andere mensbeelden hanteert. In uw eigen familiekring kijkt u waarschijnlijk anders naar mensen dan wanneer u dat in werk doet of wanneer u lid bent van een adviesraad. Maar bent u zich daarvan bewust? Bent u zich ervan bewust hoe u kijkt naar mensen die in een gemeentelijke voorziening hebben? Wat mensbeeld heeft u daarbij? En durft u ook de uitdaging aan te gaan om uzelf die vraag te stellen? En dan de vraag ook eens te stellen met uw collega's. Ik heb meegemaakt in de gemeente Huizen dat twee professionals met een ander mensbeeld, de ene neutraal mensbeeld, dominant, hè, dat is altijd een beetje door elkaar heen, maar dominant neutraal, de ander met een dominant relationeel mensbeeld, allebei in gesprek geweest en onafhankelijk van elkaar met iemand die een uitkering kwam aanvragen. En bij de een kreeg het voor elkaar en bij de ander niet. En dan zou je zeggen, de participatiedebat is zo dichtgemetseld, hè, daar kun je bijna niet om de regels heen. Ja, dus dat kan. En beide hadden een argumentatie die gewoon niet precies in de regels past. Dus dames en heren, het mensbeeld van professionals doet ertoe. En als u dat weet, ja, dan betekent dat dus ook van ja, wat betekent dat dan voor de controle op die ambtenaren? He, als je maar gewoon kunt doen wat je wilt doen, en je hebt het er nog van af dat je net die ambtenaar treft die jou op een andere manier bejegent, wow. En dat heb ik ook in mijn proefschrift genoemd, de mythe van de objectieve overheid. Wij denken dat de overheid objectief is, maar het gaat allemaal om mensen. Hè? En iedereen kijkt vanuit zijn eigen mensbeeld en ook nog eens vanuit zijn eigen systemen, waarin werkt, dat is zijn eigen cultuur, anders naar mensen. En dat betekent dus dat u ook bij de manier waarop wij met elkaar de evaluatie hebben geregeld en de dagelijkse controle en verantwoording bij de gemeentes hebben geregeld, dat u daar ook echt anders naar moet kijken. Die hele structuur van controle en verantwoording is erop gericht dat alles wat professionals doen verifieerbaar is. En het is natuurlijk heel fijn als we merken dat dat zo is, maar gaat er van mij uit, dat klopt niet. Alles wat professionals doen, kunnen ze net zo vertalen in de cijfers, zodat het lijkt dat ze het precies doen wat u heeft geadviseerd en wat ik denk wat het beleid is. Maar ze doen soms hele andere dingen. Dus als we dat weten en als we willen dat dat ook de drijfveer is van hun werk, dat ze de goede dingen voor mensen willen doen, dat het wel normatief is, dat ze daar wel hun eigen persoon in nemen, dan moeten we dus ook gaan kijken hoe gaan we dan die controlemechanismen anders inrichten. En dan kom je tot een situatie waarbij je zegt, ja, laat dan tenminste, als iemand een gesprek gehad heeft met iemand, een ander eens meekijken en zegt van, goh, kan je er ook anders naar kijken? Hoe kijk jij hier dan naar? En als je zo'n cultuur in je organisatie inricht en dan ondersteunt, dat mensen ook met elkaar meekijken. Wij hebben die Huizen destijds in spiegelteams gedaan. En dus twee ambtenaren ook vanuit verschillende disciplines even kijken van, hoe kijk ik hier dan naar en hoe kijk jij naar en daar het gesprek over aangaan. Dan heb je op zijn minst de garantie dat er goed naar gekeken is vanuit verschillende perspectieven. En dan nog
weet je natuurlijk nooit zeker of het beste gedaan is. Dan, adviesraad, sociaal domein. Mijn eigen ervaring met adviesraad sociaal domein is niet zo positief. Ik vond erg, in het beginjaar van de demo was er veel enthousiasme, we hebben veel gebouwd, maar naarmate de tijd voortschreed, nam het enthousiasme af. Ik vond het een beetje geïnstitutionaliseerd orgaan worden, was dit gewoon met ook naar die adviesraad. En dus enthousiasme nam af en absoluut het dieptepunt vond ik toch wel dat ik weer de gemeenteraad een advies kreeg van de DMO-raad over de geïntegreerde verordening sociaal domein, waar ik heel trots op was, want daar een van de weinige gemeenten die ook in de verordening al helemaal geïntegreerd hadden. En het advies was alleen maar de dingen die juridisch niet klopten. En toen zei de gemeente, wat gaat er nou met het advies doen van de DMO-raad? En toen zei ik niets, want we hebben hele goede juristen in dienst en daar vertrouwen we op. En dat was echt een dieptepunt, want ik heb nog nooit eerder gezegd dat ik het advies niet, maar daar hebben we niets mee doen, meestal doen we wel iets mee. Maar dat was niet verheffend. En dat kan ook bij mij gelegen hebben, want ik denk achteraf had ik misschien ook wel veel meer nog gesprek aan moeten gaan en mee moeten nemen. Maar wat ik nu als ik daarop terugzie, denk van wat is daar nou veranderd en wat is er misgegaan, dan denk ik dat dat kwam omdat we in de gemeente steeds meer met de uitvoering bezig gingen. Beleid maken hadden we wel een beetje gehad, we wisten wel waar de stik op het woord was gestonden, maar we waren hartstikke druk om die uitvoering voor elkaar te krijgen. En dat is toch een ding waar de adviesraden van oudsher zich dan wat minder bij betrokken voelen. Die waren toch veel meer op het adviseren over beleid. De wat-vraag, wat gaan we nou doen? En hoe moet het beleid er dan uitzien? En als je dan in de uitvoering verzeild raakt en je zegt, ja, iedere situatie is anders. Ja, dan zie je opeens adviesraadleden die gewoon niet meer precies weten wat hun rol en de positie is. Ik sta even een stukje over. Sorry, de discussie ligt nog wel aan de orde. Ja, dan... hoe dan wel, hè? Hoe dan wel? Hoe kunnen we nou toch met elkaar de transformatie versnellen en daar de EMO-raad echt ook in positie brengen, zodat ze daar ook sneller in kunnen aanbrengen? Dat ik hier net ook zeg, ik kijk ook anders naar de term transformatie. Want transformatie is geen doel op zich. We hebben toch een transformatie als een beweging, van systeemwereld naar leefwereld, van zorg naar participatie en welzijn, van stijgende kosten naar beheersbare kosten en allemaal transformaties. Maar dames en heren, het is echt van belang dat u zich als leden van de DMO-raden en van de Sociaal Domeinraden echt bewust bent van het gaat niet om transformatie als doel op zich, maar wat is nou het maatschappelijk effect wat we willen bereiken met transformatie? Dat zou dus kunnen zijn, stel de mens centraal, ga door de financiële schotten heen gewoon maatwerkoplossingen zoeken voor mensen die het echt nodig hebben en voor oplossingen die echt van betekenis zijn. Ga integraal werken. Maar het kan ook zijn, laten we de sociale basis versterken, samen redzaamheid in een wijk en buurt, veerkracht bevorderen van mensen. En specifiek in mensen in kwetsbare situaties, zodat die mensen een vangnet krijgen en die mee kunnen doen. Laten we iets doen aan de bestaanszekerheid van mensen als basis. Mogelijk maken dat mensen ongeacht leeftijd, achtergrond, beperkingen, gewoon mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Financieel onafhankelijk, zoveel mogelijk onafhankelijk zijn. En natuurlijk ook beheersbaar houden van de totale kostenontwikkeling, maar zoals ik u net al zei, als je echt doet wat mensen van betekenis vinden, gaan de kosten omlaag. Want we doen veel te veel dingen die wij van betekenis vinden. Goed, als u dan gaat de vraag stelt welke maatschappelijk resultaat willen bereiken en wat is daarvoor nodig. Sinds ik bestuurder ben bij een visie, denk ik dat al ik eerder moeten weten, maar er is zoveel kennis over hoe je dat zou kunnen doen, hoe je die vraag zou kunnen beantwoorden. Een zo'n instrument is het kwaliteitskompas, dus ik heb hier staan. En hoe krijgen we nou zicht en grip op wat er in het sociaal domein gebeurt? Dat is een instrument waar de provisie en het NDI en het Nederlands Jeugdinstituut aan samenwerken. Maak ook gewoon gebruik van de instrumenten die er zijn en die ook, u ook kunnen helpen om te kijken hoe brengt nou ook beleid en uitvoering bij elkaar. Alle materialen zijn gratis beschikbaar, zijn gewoon publiek gefinancierde instellingen. Ja, en dat brengen we dan tot het laatste onderdeel, en dat gaat dan ook natuurlijk over wat kunnen adviesraden nog doen. Dat was ook waar we van Leeuwen 6 jaar geleden mee afsluit. Momenteel is het zo
dat de adviesraden heel erg nog bezig zijn met beleid, met het systeem, met hoe dingen ingericht zijn. En het moeilijk vinden om echt vanuit mensen te denken. En dat kan ik u ook niet kwalijk nemen, want dat is ook niet onze cultuur. Eigenlijk is het zo dat alle pogingen om echt mensen in individuele situaties serieus te nemen en kijken van hoe denken we nou vanuit situaties van mensen, dat die meermalig worden bekeken. Ook als ik dat als wethouder denk hoor, want dan word je niet overstijgend denken. En, dus dat, en in de gemeenteraad zeiden we gaan het toch niet over individuele situaties hebben. Nee, natuurlijk gaan we niet over individuele situaties hebben, want dat kan de uitvoering dan. Maar wat we wel moeten doen, is die casuïstiek weer centraal stellen. Dus we niet iedere keer als er een maatschappelijk probleem is, weer nieuw beleid bedenken, of als er een organisatorisch probleem is, weer nieuwe werkprocessen maken, maar dat we echt zoeken naar, daarmee die cirkel ook doorbreken, van wat gebeurt er nou gewoon bij de mensen thuis, wat gebeurt er nou in de gezinnen, wat gebeurt er nou in de problemen van mensen. Ik doe dus ook echt enorm pleidooi, maar ook bij de adviesraden, om meer casuïstiek te bespreken. Want juist als je gaat spreken van wat gebeurt hier nou precies in die casus, zoals ik dat net met die verstaande man ook deed als voorbeeld, en welke mensbeelden houden hier nou in verband, hoe doen wij dat in deze gemeente, waarom kiezen we het een en het ander, hoe controleren we dat dan? Dan krijg je zeg maar een discussie op gang die je ook die een lerende praktijk kan gaan bevorderen. En zo kan dus ook echt in iedere gemeente een cultuur ontstaan waarbij het weer om mensen gaat. Niet om de regels, niet om het systeem. Nou heeft iedere gemeente een eigen specifieke context, een eigen organisatiecultuur. En dat betekent ook dat echt in iedere gemeente een eigen weg moet worden gevonden. Je kunt niet wat in het huis bedacht is kopiëren naar het Zesdadeel of naar Eindhoven. En iedere gemeente moet toch echt zijn eigen weer uitvinden. En we kunnen ook geen blauwdrukken geven. Maar tegelijkertijd is het ook heel erg zonde om al die kennis die bij de gemeente beschikbaar is, om die niet te gebruiken. Om ergens anders het proces te versnellen. Ik denk dat adviesraden echt kunnen helpen bij het versnellen van die processen. En dat kan door zeg maar ook de condities te creëren voor de lerende organisatie. En een belangrijke conditie is dat u vertrouwen heeft in de professionals die het werk moeten doen. En dat u ook ruimte geeft ook om te experimenteren, om fouten te mogen maken. En een andere belangrijke conditie is dat u echt ook inwoners en ervaringsdeskundigen mee laat doen. En niet alleen meedoen, meedenken, nee. Meedoen, meedenken en meebeslissen. Het gaat erom dat de keuze van het maatschappelijk vraagstuk, waarvan u zegt daar moeten we aan gaan werken, dat die door heel veel transformatie moet worden bereikt, dat u dat ook echt laat meebeslissen door de mensen voor wie u het doet. Werken aan maatschappelijke verandering lukt alleen als u alle verschillende perspectieven in een mandje heeft. Daar heb ik ook een mooi plaatje van. Mijn visie is echt ook een mooie plaatjes vindt. Heel veel kinderen. Het is deze zoek. Maar dit plaatje dat wordt eigenlijk gebruikt om in de transitiearena. Dat is iets wat mijn visie iedere twee maanden organiseert. En daar komen ongeveer 350 ambtenaren zijn lid van het netwerk. En die komen dan met elkaar in gesprek over allerlei vernieuwende initiatieven en voorbeelden. En we merken dat er een enorme behoefte is om die verschillende perspectieven op die al te gaan delen. En dat faciliteren we door de bijeenkomsten. Maar wat nog veel meer zou moeten gebeuren is dat ambtenaren van de ene gemeente in een andere gemeente gedetacheerd worden. En samen echt vanuit die basis zorgen dat er verandering tot stand komt. En dat laatste dat lukt dus alleen als het management daar ook in meegenomen wordt. Want die zijn echt cruciaal om die beweging mogelijk te maken. En als er bestuurders zijn die zeg maar hun managers, hun ambtenaren in de luw te houden van het hele politieke gedoe. En daar zijn bestuurders voor en daar moeten ze ook gewoon aanspreken. Ten slotte, wanneer die eindigde haar lezing met twee adviezen. En die waren zorg voor horizontale burgerparticipatie bij het invullen van verticale burgerparticipatie. Nou, daar had ik het net eigenlijk ook al met u over. En geef aan wat eigen tijd en solidariteit is. En ze zei, bescherming van kwetsbare groepen blijft een overheidstaak, waardoor wij als burgers in gezamenlijkheid en draagkracht de lasten zullen dragen. En alleen wanneer de WMO-raden dat als hun opdracht zien, hebben ze toekomst. Ook in 2020. Ik zie die adviezen van Hanni nog steeds als een soort twee stenen tafels. Horizontale burgerparticipatie en eigen tijdse solidariteit. En een beetje in de lijn met het gedachte van twee stenen tafels kom ik dan tot 10 geboden. Het eerste gebod. Aan
memo aan het geven, een gebod mag ik wel zeggen hier, hè? Je doet toch wat je in de wereld op dit moment ook gewend. Zet de verhalen van inwoners centraal en blijf weg uit het systeem houden. Tweede, pleit voor afschaffing van beleid of systemen die niet bijdragen aan oplossingen voor de hele problemen van deze inwoners. Drie, maak kaasbespreking een vast onderdeel van uw agenda. Vier, heb vertrouwen in professionals en geef hen ruimte. Vijf, wees kritisch op de manier waarop wordt omgegaan met evaluatie en verantwoording. Zes, wees u bewust van de dominante mensbeelden die u zelf hebt, maar ook in uw organisatie. Zeven, ga in gesprek over gedeelde waarden en wat daarachter schuil gaat. Acht, zie transformatie niet opdoen als doel op zich, maar als middel om maatschappelijke resultaten te bereiken. 9. Zorg voor de condities voor een lerende cultuur in de organisatie. En 10. Zorg dat inwoners en ervaringsdeskundigen meedenken, meedoen en meebeslissen. Dames en heren, als u die 10 geboden houdt, garandeert u dat de transformatie een enorme versnelling krijgt. Indrukwekkend verhaal. En het liefst hadden we Jannie van Leeuwen. Jannie van Leeuwen aan het woord gelaten. Want die had hier uitvoerig op gereageerd, zoals we dat van haar kenden. Die was kritisch geweest over wat u zou hebben gezegd. Maar ik denk dat ze ook wel heel gevleid was geweest door de manier waarop u uw lezing heeft opgebouwd en de prominente rol die u ook voor Jannie van Leeuwen heeft weggelegd in uw verhaal. Dat vond ik persoonlijk erg mooi. Dat u teruggrijpt op de eerste lezing die zij destijds zelf hield, dus 2012. Die loopt als een rode draad door uw lezing. Dat vind ik een heel mooi eerbetoon. Ik zou ook even terugkomen op een vraag die mij zelf bezighoudt, namelijk, u was wethouder en zoals u eigenlijk zelf ook vertelt, ging heel lekker daar, in Huizen. Waarom die overstap naar Movisie? Wat is daar de reden van? Wat mij opviel en wat me ook echt heel erg heeft geïrriteerd, is dat we echt wel meer dan 50 gemeenten op zoek hebben gehad die bij ons staan te kijken van hoe doen we dit nou. En iedereen was eigenlijk wel verrast dat het dus kon, dat je integraal ging werken, dat je dingen ging doen voor mensen van betekenis waren, mensen heel tevreden over waren, dat je ook nog heel veel geld daarmee besparen. En dan gingen ze terug en zeiden ze, nou toch, geweldig. En vervolgens ging ze het gewoon doen. En ik heb echt geprobeerd te begrijpen van hoe komt dat nou? Hoe komt het nou dat het zo weer lastig is? En kijk, de term uitrollen, hè, van nou, hier heb je het boek, hier staat hoe we het in huis gedaan hebben, ga ik het ook maar doen, dat werkt niet. Iedereen moet zijn eigen dynamiek en zijn eigen proces en iedere gemeente is ook weer een beetje anders. Hoewel dat ook soms gewoon overdreven wordt. En die dingen kunnen best wel, ook in een grote gemeente. Maar ja, na 12 jaar in Huizen was ik klaar. En het stond daar en ik dacht, ik wil eigenlijk wat ik geleerd heb, wil ik gewoon ook verder brengen. En zorg dat ook andere gemeenten gaan leren. En dat, ja, wat kun je dan mooi doen, want dan moet je naar de positie van kennis. Dus ja, ik zit helemaal op mijn plek in. Ja. Maar enerzijds zou ik u zeggen, elke gemeente moet zijn eigen wil uitvinden. Dat zei u ook tijdens uw lezing. En aan de andere kant zegt u, jammer dat ze niet, dat ze met 50 gemeenten komen kijken en het vervolgens niet zouden gaan doen. Ik denk dat, wat ik bedoel, zeg, ieder moet zijn eigen wil uitvinden, maar we kunnen het wel versnellen. Het is niet, tuurlijk, niet iedereen moet hetzelfde doen. Elke gemeente hebben ook net wel allemaal een andere dynamiek en een andere structuur. Ik zie gewoon bij heel veel gemeenten gewoon dat ze worstelen met inrichtingsvraagstukken. Je komt toch uit een bepaalde bestuurlijke logica. De sociale diensten, toch vrij strak geregeld. En dan krijg je al die decentralisaties en dan moet je opeens integraal. Het is best heel erg ingewikkeld om het gewoon te organiseren. Want in iedere gemeente moet dat vraagstuk doormaken. Maar je kunt wel van elkaar leren. En ik zie dat ook in die transitiearena's met ambtenaren. Er wordt ongelooflijk veel van elkaar geleerd. Maar nog veel te weinig. En er is ook niet een gelerende cultuur bij gemeenten. Want op het moment dat je als wethouder zegt, ik vind dat heel erg lastig, ik heb dat niet zo goed op orde, ja, dan zegt de gemeenteraad, hoezo niet? Want, dus dat durf je niet naar buiten te zeggen. Je wil vooral je successen laten zien.
En andersom, als je wel een vertrouwelijkheid zegt van het woordje van de label van de directeur van een grote stad, die zei, ja, als ik zei, ja, ik vind het moeilijk, ik kan dat niet, dan zegt een andere directeur, joh, dat doe je toch gewoon zo. Dus dat helpt ook niet. Hè? Dus er is een enorme worsteling van hoe leren we nou met elkaar en wel kan. En ik denk dat er heel veel kennis is en dat er ook heel veel kennis in die gemeentes is. Maar dat we nog te weinig de kennis met elkaar delen en dat we te weinig gewoon werken aan zo'n lerende cultuur. En ik dacht toen ik hier naartoe ging, denk ik, ja, die WMO-raden, die adviesraden, ik heb de afgelopen jaren er niet zoveel plezier van gehad, maar in mijn eigen gemeente, maar waarom zouden ze die rol niet pakken? Want wat zouden die wethouders daar plezier van krijgen? En wat denk je van die inwoners waar je voor doet? Dus ik denk echt dat het een kans is, maar die rol die nu gewoon heel lastig is, want iedereen worstelt, dat u zegt als raadsleden van, ja, maar wij gaan daarvoor. Wij willen dat het echt verandert en we willen met elkaar over kunnen praten, de inwoners erbij betrekken. We willen gaan kijken bij andere gemeenten, we willen zorgen dat die uitwisseling tot stand komt. Ja, daar geloof ik in, want het moet gewoon. Als het niet gebeurt, dan komen we in het scenario waar ik in mijn dat willen we toch al niet. We gaan het zo uitgebreider hebben natuurlijk over die rol van de adviesraad sociaal domein. Er zitten tenslotte heel veel mensen die daar werkzaam zijn, dus die vinden vast iets van het pleidooi dat u hier houdt. Nog even over uzelf tot slot. U zegt een kennisinstituut, dat is mooi, want dan kan ik doen wat ik wil doen. Daar ben ik echt als een vis in het water. Tegelijkertijd vraag ik mij af, u was wethouder, u had ook kunnen zeggen, ik ga in Den Haag bijvoorbeeld proberen om mijn evangelie te verkondigen, laat ik het zo maar even noemen, als bijvoorbeeld staatssecretaris of misschien wel minister. Heeft u dat overwogen? Ja, niet dat zo makkelijk gaat, maar bij wijze van spreken. Ik ben lid van het partijbestuur van het CDA, dus ik heb in Den Haag toch wel de nodige contacten. Maar het moet niet in Den Haag gebeuren. Wat wij willen, de transformatie die we willen, moet bij gemeente gebeuren. En ik merk nu wel dat, waar het zo ook in de inleiding zijn, als gemeenten die goed gaan doen, niet oppakken, dan zie je opeens dat de bemoeizucht in Den Haag toeneemt. En dat begrijp ik, hè? Want de Tweede Kamerleden maken zich zorgen. En denken, hey, gaat het daar wel goed? Het moet echt in de gemeente gebeuren. Dus ik vind het ook echt een enorme kans dat we dat mogen gaan doen. Ik geloof dat in het kan. Ik heb ook gezien dat het kan. En ook wat het betekent voor inwoners. Als je wel op een goede manier regelt. En denk je van, kom op, dit moeten we gewoon met elkaar gaan doen. Daar moet ik niet voor in de Haag zitten. Daar moet ik voor bij de gemeente zijn. Juist. Helder. Dames en heren, wij gaan naar de paneldiscussie. Panelgesprek. We hebben daarvoor al 4 mensen uitgenodigd. Ik zal ze eerst even kort noemen. Mary van Gent, Wil Kosterman. Dat zijn beide wethouders, als ik mij niet vergis. We hebben namelijk 2 wethouders en 2 personen die bij een adviesraad sociaal domein werkzaam zijn. Abshek en Tom Oorthuis. Dat zijn de 4. Dames eerst natuurlijk. Dus dan vraag ik eerst naar voren. Wil Kosterman. Neem plaats. Achter een van de tafels. Qua microfoon werkt het als volgt. Beetje hetzelfde elk jaar. We hebben eentje hier voor het panel. Die houd ik vast. Ja. En dat wil ik ook proberen te blijven doen. En de reden is dat mijn ervaring is, als ik hem uit handen geef, dan geef ik meteen ook de regie uit handen. Dat wil ik eigenlijk liever niet. U bent wethouder in wijk bij Duursteen. Ja. Ja, hoe lang al? Dit is mijn tweede termijn, dus 4,5 jaar. Wat vindt u het leuke van wethouder zijn? Dat ben ik altijd wel even nieuwsgierig naar. Heel veel wel. En heel veel is ook heel lastig. Dus laat ik er geen juist verhaal van maken. Maar het is een hele mooie rol, omdat je echt wel aan het stuur staat van dingen die je lokaal kan veranderen en met liefst natuurlijk ook verbeteren. Het is verschrikkelijk afwisselend. Maar je hebt echt wel de middelen in handen om te zeggen, we kunnen een mooier beleid maken, maar ook vooral zorgen voor de uitvoering. En soms ook vind ik zelf ook een mooie rol in een kleine gemeente als wij in de Duursteden. Ben je gewoon de volksvertegenwoordiger die op straat bij de kraag wordt gegeven. Bij Albert Heijn, bij de kassa worden wel eens vragen gezegd. Hoe zit dat? Kan dat niet anders? Kan dat niet beter? Ja, dat is prachtig. Oké, je wordt liefdevol bij de kraag gegrepen. Niet altijd liefdevol hoor. Je moet tegen een stootje kunnen staan. Ja. Wat is het lastigste? Want u zegt zelf al, ik maak er geen juist verhaal van. Het lastige vind ik natuurlijk de politiek. Ik vond het heel mooi om die mensbeelden, want het is gewoon wat ik ook politiek kenmerk. Mensen, politici kijken vanuit hun invalshoek naar mensen. En dat maakt doordat ze ander beleid voorstellen, andere dingen willen. En dat was voor mij best wel een eye-opener. Eigenlijk weet je het wel, maar als je het dan zo vertelt, denk ik, ja, zo werkt het in de politiek. En dat maakt het heel lastig.
dat als je een bepaalde partij bent, een bepaald mensbeeld, een bepaalde inkleuring, dat mensen van andere partijen volkomen andere dingen willen. En iedereen zit zijn gelijk te bevechten. En dan moet je daar als bestuurder moet je daar wel je weg in vinden. En dat vind ik soms verrekte lastig. Yes. Nou, dat is eerlijk. Dank u wel. De tweede wethouder, ook weer graag uw applaus, de controleur Mary van Gent. Mevrouw van Gent, welkom. Ik laat u intussen, u mag even wat water inschenken. Dat, als u dat zelf doet, dat scheelt mij weer. Hollandse Kroon, daar bent u wethouder. Klinkt dat goed? Ja, dat klopt. Klinkt, als een, klinkt ontzettend zelfs als een fusiegemeente. Het is een fusiegemeente van 4 voormalige gemeentes. Dus wij hebben nu 22 dorpen. Oké, okay, welke gemeenten waren het? Even voor iedereen met historische kennis. Wieringen, Wieringer Meer, Nieuw-Niedorp en Annapolona. Oké. Ook aan u de vraag, wat is er zo leuk aan wethouder zijn in Hollandse Kroon? Hollandse Kroon. In Hollandse Kroon is het gewoon heel erg leuk, omdat wij een zeer vooruitstrevende gemeente zijn. We staan heel vaak negatief in het nieuws. Wij gaan even hier staan trouwens, het heeft allemaal letters op uw hoofd. Het ziet er een beetje raar uit. Zo, ja. Ook vaak positief. Wij werken sinds de fusie 2012 met zelfsturing, zelforganisatie in onze organisatie. Dat gaat, vind ik heel erg goed, de organisatie ook. Maar ja, als er dan iets gebeurt, dan duikt de pers nou op en dan binnen ons bestuur. En dan wordt alles vastgeknoopt of opgehangen aan de zelfsturing, wat natuurlijk niet terecht is. En ja, een leuke gemeente, onze vernieuwend. En daarom vind ik het leuk om daar wethouder te zijn. En wat vindt u het lastigste? De politiek. Hoezo? Ik vind politiek gewoon niet leuk. Ik vind besturen heel erg leuk. Dat klinkt natuurlijk wel raar uit de mond van de wethouder. Maar zo bedoel ik ook echt. Weet je, je wordt zo vaak word je tegengewerkt in je ideeën doordat een ander daar het anders over denkt. Of wordt hij opgehangen aan politiek. En ik vind besturen heel erg leuk. En ik wil echt graag iets voor onze inwoners doen. En ja, ik vergeet gewoon heel graag dat ik voor een politieke partij ben. Maar wat u beschrijft, dat proces, dat heet democratie, toch? Ja, dat klopt ook, maar dat is af en toe wel lastig. Maar zo zullen mijn collega's mij ook lastig vinden, denk ik. Dat zijn uw woorden, dat durf ik niet te zeggen. Ik kom weinig in de Hollandse Kroon, dus dat laat ik even voor u rekenen. Ik ga, dat is zeker waar, ik ga deze tafel eens naar voren zetten, want ik ben bang dat er anders namelijk iemand achterover van het podium kukelt en dat wil ik niet. Ja, pas op. Twee leden van adviesraad heb ik al gezegd, dames en heren. De eerste uit Bergijk en Eindhoven is Abcek. Even kijken hoe ik uw naam uitspreek, want pas op hè, met de... we schrijven namelijk CZECH, maar hoe spreek je dat? Tjech. Tjech. Oh, Tjech. Ja, T-S-J-E-C-H zeg jij. Ja. Voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein in Bergijk en van de Cliëntenraad Sociaal Domein in Eindhoven. Ja. Twee plaatsen tegelijk, is dat makkelijk? Nou, dat is puur toevallig. Ik woon in Bergijk en ik heb gewerkt in Eindhoven en ik ben gepensioneerd. Ik heb al even gesproken van tevoren, het geldt overigens voor alle paneleden, en toen vertelde ik ook dat u nauw betrokken was bij Wij Eindhoven. En u was daar adviseur, geloof ik, hè? Ja. Ja, dat is nogal, dat heeft nogal wat aandacht gekregen, dat Wij Eindhoven, in eerste instantie omdat het nogal baanbrekend was, die aanpak. Maar later bleek dat er toch ook wel de nodige haken en ogen aan zaten. Hoe kijkt u daar zelf op? Ja, daar kunt u natuurlijk uren over vertellen, maar even in het kort, hoe kijkt u daarop terug? Ja, kijk, als adviseur heb ik niet altijd dezelfde mening als de wethouder. Dus in dit geval, bij Eindhoven, vond ik het nogal stoer, en achteraf gezien te stoer, om alles op een hoop te gooien en te zeggen, generalisten doen alles voortaan en sociale zaken, en WMO, en jeugd, dat gaat nooit lukken, want je hebt te veel deskundigheid nodig om überhaupt van een aspect veel verstand te hebben. En ja, dat blijkt dan in de praktijk ook, dus nou zijn ze ook voorzichtig een beetje de weg terug aan de wandelen. Overigens was de wethouder die dat toen invoerde, die deed dat heel bewust. Die zei, wij maken een hele grote stap en wij
ga dan wel terug daar waar blijkt dat dat moet. Je kunt het andersom heen, heel voorzichtig voorwaarts gaan. In Bergrijk waar ik woon doen ze dat dus zo. Overigens hebben ze daar ook heel weinig tekorten, dus dat zou er ook eens voor kunnen pleiten. Maar dan doen ze dat voorzichtig. De sociale dienst is nog voorlopig sociale dienst. En de WMO-loket zit bij de gemeente. En CJG Plus doet de jeugdzaken. En dat probeert dan langzaamaan naar elkaar toe te laten groeien, maar heel stapsgewijs en beheersbaar. En de gemeente Eindhoven heeft dat allemaal bij elkaar gegooid in de wijk. Ja, en dan ontstaat er dus alleen op jeugd al een tekort van 17 miljoen euro. En dat moet teruggedraaid worden. En dan zie je het grote gevaar dat dan met dat terugdraaien van de manier waarop dat georganiseerd is, wellicht, en dat gaf Jannie net al aan, je ook de ambities in één keer terugdraaien. Dus integraal werken, dicht bij de burger, veel vertrouwen in de professional, dat komt allemaal even onder druk te staan doordat je wat gaat terugdraaien. Dus dat is de andere kant van de medaille als je in één keer een hele hoge sprong voorwaarts gaat. Dus er waren twee duidelijk verschillende aanpakken. Eindhoven ging heel voortvarend, ja. Bergrijk wat meer in fases. Juist. Goed, de vierde persoon die ik naar voren wil vragen, vierde panelit, is Tom Oorthuis. Dank u wel. U bent secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein in Deventer. Welkom. Ga erbij staan, pas op, hè, want u staat echt op het randje nu, meneer Tjek. Ja, oké. Okay. Secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein in Deventer heeft al een en ander meegenomen, zie ik. Hoe lang bent u daar al werkzaam bij die adviesraad? Al werkzaam? Ik ben vrijwel secretaris. Ik doe dat pro domo pro deo, hoe te noemen. Lunchwerk? Ja, of zes, denk ik, secretaris. En waarnemingsvoorzitter van het cluster jeugd. Het is misschien goed om te vertellen, voor u dat vraag stelt, dat de achtergrond van onze adviesraad is een adviesraad die samengesteld is door doelgroepen. Zoals mensen met een beperking, mensen met een GGZ-achtergrond, cliëntenraad van sociale dienst, ouderen, jongeren, vrijwilligers en mantelzorgers en de WSW-achtergrond. Dat zijn allemaal clusters. En elk cluster heeft twee mensen in de adviesraad, één beleidsman of vrouw en een ervaren deskundige. Dat kleurt een beetje, denk ik, mijn achtergrond. Onze adviesraad is een adviesraad die met een drukkelijkje, zoals Annie van Leeuwen dat ook zo mooi zegt, hoe verhoudt zich de overheid tot de verantwoordelijkheid van de overheid tot verantwoordelijkheid van burgers, en met name kwetsbare burgers? Nou, dat is mijn vertrekpunt een beetje, dat laatste. Juist. Mijn vertrekpunt is nog even een andere vraag. Waar bent u het meest trots op? Wat u heeft bereikt als adviesraad Sociaal Domein afgelopen jaar? We zijn in staat om de scherpe kantjes van het beleid in die bij te schaven. En te zorgen dat er niet al te grote calamiteiten gaan ontstaan door de decentralisatie van de WMO en van de jeugdwet. Ik voel mezelf af en toe een beetje een burgemeester in oorlogstijd. We moeten gewoon zorgen dat de randen overeind blijven. We hebben veel te maken met mensen uit zeer kwetsbare groepen. We zijn blij dat we in onze adviesraad allerlei mensen hebben zitten die dat heel goed kunnen verwoorden. En die met hun voeten in de modder staan. En die moet zorgen dat onze beleidsadvisering niet een soort van sociale technologie is, maar gewoon gebaseerd is op wat mensen daadwerkelijk daarvan ondervinden. Om het heel pragmatisch te zeggen, wij houden ons bezig met beoordelen van beleidsvoornemens die door het beeld van betroffenen en getroffenen, en degene dus, en dan wat die betreft. En we kijken dan met name naar de uitvoering door professionals die dat hebben. En dan ben ik met de inleider eens dat er een groot verschil is tussen professionals de overheidszijde, de professionals, zeg maar makkelijk zo uit het hoofd in de. Dat is een groot verschil. Oké, okay, ik ga jullie allemaal vragen om naar voren te komen, maar ik vind het eigenlijk wel heel erg spannend. Deze gaat ook verder naar voren. En jullie mogen zo dicht mogelijk bij de tafel komen staan. Ik denk dat we het zo gaan doen. Ja? Goed zo. Ik vind het wel aardig dat u het uitgebreid heeft over die rol van de adviesraad. Dat is ook iets waar u al uitgebreid op inging. En ik wil om te beginnen even naar de zaal. Want die hebben we nog niet gehoord. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar een reactie op wat er tot nu toe is gezegd over de rol van de adviesraad Sociaal Domein. Biemer uit. Wie wil, zullen we de biemer uitzetten? Is uw suggestie? Ja. Daar ben ik hier wel heel onhandig in. Is
onze technische man hier, die daar heel veel verstand van heeft, denk ik. Probeer het eens. Weet je, ik ga het rigoureus. Zo. Zo is het beter, toch? Ja. Maar nu terug naar mijn vraag. Advies aan het sociaal domein. Jannie Bakker heeft daar kritische woorden aan gewijd, durf ik wel te zeggen. Ik ga even staan, vertel wie je bent en vervolgens wat u vindt. Gerrit van der Meer, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Ik reageer even op de omschrijving van de adviesraad als afslijpen van scherpe kantjes en voorkomen van calamiteiten. Ja, ik hoop dat de rol echt verder gaat dan dat. En dan sluit ik aan bij de lezing. Meedenken, mee creëren, mee verantwoordelijk zijn, mee beslissen. Dat gaat toch wat verder dan de scherpe randjes eraf veilen en calamiteiten voorkomen, denk ik dan. Oké, helder. Meer reacties, ga even staan alstublieft. Karel van den Bergen, Doorschot. Ik denk dat we als advies gaat tussen de burger en de bestuurder gevraagd advies mogen geven. Om dat goed te kunnen doen moet je aan de randen van die verordeningen in je werkveld zitten. Dus praten met de burger wat hen beleeft en daar mee verder gaan. En geen beleidsregeltjes weten wel te beoordelen, oordelen, maar zicht hebben op die uitvoering. Dus wat meneer zegt, je advies gaat zo breed mogelijk inrichten met mensen die met de poten in de modder staan in de maatschappij. Om vervolgens met de bestuurder die met de poten in de bestuurlijke modder over te staan, om die samen te brengen. Ik zie meneer Oorthuis instemmen knikken. Ik ben Louis Smeets. Ik zat als secretaris penningmeester in de adviesraad van Stichtsrecht. Sinds 1 juli ben ik ondersteuner geworden. Wat ik hier mis, zeg maar, ook wat ik hier mis, het is steeds uitvoering van wat een adviesraad moet doen. En wat een college moet doen, is samenwerken. En wij hebben het woord co-creatie gecreëerd en ingebracht bij het college. Een half jaar hebben we daarover gestoeid, zeg maar. En daarna krijg je co-creatie, co-productie. Waardoor je gezamenlijk iets kan verrichten. En het gezamenlijke doel is hetzelfde. Het beter krijgen voor de burger, zeg maar, inwoner. En als je dan ziet dat bijvoorbeeld een Nieuwert meer reportage aangeeft dat Stichtsrecht een van de sociaalste gemeentes is geworden in de afgelopen jaren. En een voorbeeld kan zijn van andere gemeentes, dan zie je wat samenwerking kan tot stand brengen. Of een co-creatie. Ja. Ja. Mevrouw. Ik ben Tine Dalsen van de Participatieraad in Woerden. Ik denk dat de adviesraad participatie niet mede verantwoordelijk is voor het beleid. Want onze participatieraad is onafhankelijk. Ik denk dat wij, dat proberen wij vooral te doen, dat we steeds voor ogen houden dat onze taak is om het burgerperspectief te laten zien. Dus wat betekent het voor mensen, het cliëntenperspectief? Wij zijn ervoor om bij alles wat er gebeurt aan beleid en aan uitvoering, om steeds een spiegel voor te houden. Wat betekent dit voor mensen? Wat is het resultaat voor mensen? Of wat gaan ze erop vooruit? Of wat gaan ze erop achteruit? En dat is de rode draad die wij proberen vast te houden. Heeft u een voorbeeld? Bijvoorbeeld nu, de gemeente Woerden is bezig om een omslag te maken naar wijkteams. Er komen allemaal beleidscondities en kadernota's aan. En dan ritselt het van de omslag van hoe de professionals zich moeten reorganiseren, hoe de gemeentelijke organisatie moet gereorganiseerd worden. Maar wij zoeken dan steeds van, hebben jullie ook concreet aangegeven, wat betekent dit voor mensen? Worden mensen er beter van? Of zien ze... Ik ben voorzitter van de adviesraad Sociaal Domein in de Beeld. Ja, natuurlijk in de eerste plaats ben je om het beleid te adviseren op het beleid, maar aan de andere kant proberen we ook een rol te spelen in een voortrekker te zijn, bijvoorbeeld over de inclusieve samenleving. En dat komt echt uit de doelgroep, uit mensen met een beperking. Bijvoorbeeld het duidelijk maken aan de gemeente en raadsleden dat voor de inclusieve samenleving heel wat stappen gemaakt moeten worden. En daarin zijn we proactief en zijn we
ook kennisbrengers. En dat sluit ik maar met een zichtgevecht. Soms kan het goed zijn, maar uiteindelijk moet je in de gaten houden dat je een onafhankelijk advies wil gaan. Die twee ballen proberen wij in de lucht te houden. Juist. Dank u wel. Ik ga even terug naar Jannie Bakker. Ik ben even nieuwsgierig naar haar reactie op wat er nu allemaal gezegd is over de rol van de adviesraden. Ja, ik hoor een paar dingen, co-creatie, ja, helemaal eens. He, dat is ook een stuk van meebeslissen, meedenken, meebeslissen. Dat is een proces van co-creatie. Ik vind het idee van de soep ook, dat spreekt ook erg aan. He, je doet er van alles wat in en uiteindelijk moet het gewoon met elkaar wel goede soep worden. Dus dat spreekt me zeer aan. Wat je vaak hoort is de discussie van moeten er nou mensen met ervaringsdeskundigheid in die raden zitten of juist niet. He, ik heb het idee dat op zich niet zo het verschil hoeft te maken. Als je maar gewoon goed nadenkt over hoe en waarom je dingen inricht en hoe je verschillende perspectieven ook tot hun recht laat komen in zo'n proces van co-creatie. Je kunt ook heel goed een adviesraad sociaal domein hebben van gewoon een aantal betrokken burgers, maar die wel, die ook goed zijn in het goed kunnen lezen van wat er bij die gemeente gebeurt, maar wel zorgt dat ze zelf een netwerk om zich heen hebben van mensen met ervaringskennis die op een andere manier zich gewoon een inbreng kunnen hebben. In ons gemeente waren we begonnen met een adviesraad zoals u heeft, met allemaal ervaringsdeskundigen in. Maar wij merkten dat mensen het gewoon helemaal niet leuk vonden en ook moeilijk vonden om bijvoorbeeld beleidsstukken van de gemeente te lezen. En dan gingen we wel, dan kreeg iemand met een verstandelijke beperking, kreeg een coach en mensen met een GGZ-problematiek, die kregen ondersteuning. Dus we gingen en we probeerden dat zo goed mogelijk te faciliteren. Maar we kwamen erachter dat als je gewoon in het voorgesprek even met ze keken, wat vind je nou van dingen, er kwam veel meer uit dan in zo'n vergadering van een adviesraad. Dus toen hebben we dat ook wat anders vormgegeven. Dus je kunt daar wel een model in bedenken. Het is niet zo dat één beter is dan het ander. Maar als je maar met elkaar nadenkt van nou, hoe zorgen we nou voor dat we echt goede dingen doen. En dat, en wat de goede dingen zijn, ja, dat moet je toch echt bepalen bij de inwoners. Hè. Die moeten daar een stem in hebben. En als je het hebt over kwetsbare mensen of mensen in een kwetsbare situatie, ja, dan is het natuurlijk heel goed dat je die mensen zoekt bij de belangorganisaties die er allemaal zijn. Wil iemand uit het panel nog even reageren op deze discussie, dit onderwerp, de rol van de adviesraad? Wie wil daar namens, of in ieder geval namens uw gemeente of uw adviesraad nog iets over zeggen? Naar aanleiding van wat er nu gezegd is. Geen verplichting, maar ja? Wat ik vaak al merk, vaak een beetje armpje drukken met het college of met de ambtenaren, wat de adviesraden doen. En dat vind ik zo jammer, weet ik het beeld zei, proactief. En denk, ga die samenleving, haal de vraagstukken op, wees een spiegel inderdaad ook een term die ik hoorde, mooie rol. Als klankbord, maar alsjeblieft constructief samenwerken, want wat bereiken we anders voor het doel? Die doelgerichtheid die wil ik heel graag zelf nu eigen beleid vormgeven, maar ook dat adviesraden dat nastreven. Yes. Met Jack, je wilde ook iets zeggen, Boesma. Ja, ik denk dat het, wat je vaak ziet is bij het doelstellen van adviesraad, dat ze allemaal toch wel redelijk hoge ramen zijn. Dus co-creatie en aan de voorkant meedenken enzovoorts. Wanneer je sterk afhankelijk bent van uiteindelijk de samenstelling van zo'n raad, of je dat überhaupt wel aanmaakt. Ik zit in twee raden. De ene raad bestaat uitsluitend uit mensen die gebruiker zijn, zoals dat heet, van voorzieningen en sociale domein. Voor die is het al heel moeilijk om een fatsoenlijk advies bij elkaar te krijgen. En ik zit ook in Bergijk en daar zitten dus eigenlijk helemaal geen gebruikers in. Daar zitten allemaal min of meer deskundigen, Bergijkenaren. Die zijn elders directeur van een school voor speciaal onderwijs in Valkenswaard, directrice van een bejaardenhuis in Gelderop. En dat is een heel ander soort deskundigheid die daar zit. En die levert op een veel scherper advies en een veel scherpere stellingname, ook ten opzichte van wethouder. Dat is herkenlijk in adviezen. Dus het is nogal verschillend in de kwaliteit van de mensen die op de tafel zitten. Want beleidsstukken zijn niet makkelijk en uiteindelijk wordt er wel om advies gevraagd naar de gemeenteraad. En dan zie ik wel dat de mensen zijn die het moeten maken. Ja, twee korte opmerkingen van meneer Oortres. Ja, twee korte opmerkingen. Enerzijds, wij doen uiteindelijk een beetje praten mee in het voorstadium. Dus dan praat je ook met ambtelijk overleg in werkgroepen, dan praat je mee, co-creatie met een mooi woord. Maar altijd, dat is bekend voor raadsleden en wethouders, onder voorbehoud van advies, van de adviesraad, dus onafhankelijke positie. Dat is één. En ten tweede, ja, moet ik toch zeggen, bestuurder is een bestuurder. Die is belangrijk op de uitvoering van zijn beleid. Dat moet er gewoon goed uitzien. En daarvoor hebben we dus alle bestuurskundigen op in dienst. En op in techniek, dat heet dan een mooi woord, new public management.
zorgen dat het beleid ook gedragen wordt. Want dan moet je ook etaleren. En dat speelt voor een deel ook een rol ambtelijk. En dat is af en toe best lastig. En dan moet je af en toe gewoon doorheen breken. Als adviesraad? Als adviesraad. En hoe doe je dat? Door gewoon scherp te behoren voor wat Hannie van Leeuwen ook zegt. Waar zit ik hier aan voor? Waartoe zijn wij jouw aarde? Dat is niet om de wethouder te pleasen, of om de raad te pleasen, maar om het beleid voor de groepen die het aangaat, de WMO, de jeugdwet, de participatiewet, om die op zo'n manier vorm te geven is, dat die draagbaar is. Nog één ding, wij zijn niet in staat, en Hannie van Leeuwen zegt dat nadrukkelijk, die zegt, er ontbreekt een fundamentele discussie. Maar op welk niveau bedoelen ze dat, die fundamentele discussie? Die ontbreekt in de Tweede Kamer. En over het feit dat wij alle taken naar de gemeente hebben gekregen, dat is leuk en aardig, dat vond ik leuk en aardig. Dat kost veel tijd en werken. Maar de echte fundamentele discussie, die helaas niet plaatsvindt, over dat sociale contract en de verzorgingsstaat, en hoe moet die eruit zien, die zou op parlementair niveau gevoerd moeten worden. En die wordt daar niet gevoerd. In die zin voel ik me dus burgemeester in oorlogstijd in de zin van uitspreken. En ik bedoel, die discussie, dan gaat het ook over het begrip eigen verantwoordelijkheid, waar we niet alleen al bezig zijn. Ja, en de omvang en de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat, daar gaat het dus eigenlijk om. Ja. En sociaal contract, hè, van vroeger. Juist. Wilt u nog iets zeggen? Ja, even een korte reactie bij Bakker. Ja, die fundamentele discussie waar we niet over gehad hebben, over wat is nou precies het begrip eigen verantwoordelijkheid. Ik heb gemerkt dagelijks in de praktijk dat die fundamentele discussie die moet echt in die gemeentes gevoerd worden. Dan kunt u als WMO-raad lid echt een rol spelen. En ik kan u één voorbeeld noemen. Ik heb gevraagd aan heel veel mensen in onze gemeente, wat is nou voor jullie de belangrijkste taak? Wat vinden jullie nou echt allerbelangrijkste hier in het sociaal milieu? En was het antwoord eigen kracht. Allemaal tijdens dat, echt belangrijk voor ons dat, eigen kracht van iemand. En toen ben ik dus gaan vragen, wat bedoelen jullie nou eigenlijk? Wat bedoel je nou met eigen kracht? En ik dacht namelijk, als ik de term eigen kracht hoor, dan denk ik van, nou, wat je zelf kunt, hoef je niet voorbij de gemeente aan te kloppen, dat is eigen kracht. Hè? Dus dat is denk ik ook een handje bedoel, eigen verantwoordelijkheid. Iedereen is gewoon zelf verantwoordelijk, de gemeente, niks meer te doen, het rijk niks meer te doen, mensen moeten zelf weer verantwoordelijk worden. Maar wat bedoelen mensen daar helemaal niet mee? Wat ze bedoelen, en dat hebben we dus nu later ook in het dienstverleningsconcept gezet, dat is bij de term die Tine van Regemort ook gebruikte, van Tine van Regemort, is een hoogleraar hier in Nederland, en die heeft heel veel geschreven over het krachtperspectief. Ja. En die zegt van ja, eigenlijk wat je bedoelt is dat je actief en creatief moet zoeken naar de mogelijkheden van mensen, naar waar hun kracht zit. En geloof in de kracht van inwoners betekent, iedereen heeft het ergens wel in zich om iets te groeien, te leren, te veranderen. En het is onze taak om die kracht op te sporen en te mobiliseren. Dat is een hele andere opvatting van eigen kracht dan eigen kracht van ja, dat moet het zelf maar doen. En ik denk dat die fundamentele discussie, die wordt niet gevoerd, die wordt nog steeds niet gevoerd. En die moeten we niet in de Tweede Kamer voeren, die mogen we wel met de gemeenteraad voeren. En dan zullen we zien dat de gemeenteraad veel dichterbij staat dan het soms wint. Want dit wordt door links als rechts, zo links als rechts wordt gezien van ja, dit is een vorm van eigen kracht waar we wel met elkaar verder komen. Kijk nou naar wat mensen wel zelf kunnen. Zet mensen in de kracht, respecteer ze daarop in. En daar waar de steuning nodig is, weet je dat ook. Dat is eigen kracht. En als je het zo probeert, als je zo op waarde en wat woorden zaagt en ook dat je doet met de wethouding, ook niet met de wethouding in de gemeenteraad, dan zie je het beleid kantelen. En de makkelijkheid is dat precies ook is wat ambtenaren in de gemeente willen doen. Dus ja, ik denk dat we de discussie helemaal niet in de Tweede Kamer moet doen. Die moet je in de gemeente. Ik wil hem eigenlijk ook vanmiddag hier wel even aanspreken en nog veel. Ik zie daar een hand omhoog gaan, want het gaat natuurlijk wel echt ergens over. Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, van die verleden begonnen 8 jaar geleden al over. Wat wilt u nou over zeggen? Ja, Jan Fontsen, adviesraad Westerveld. En ik wil eigenlijk een beetje aanhaken op de term die u gebruikt, de normativiteit. De normativiteit, want daar gaat de discussie over. En of die nou in de Tweede Kamer gevoerd wordt, in de raad of bij de sociale adviesraad Sociaal Domein, dat doet er niet toe. Het gaat om kwetsbaarheid, denk ik. Kwetsbaarheid impliceert aanraakbaarheid. Onkwetsbaarheid, dan zeg je, ik ben niet aanraakbaar, onaanraakbaar. En dat vind ik het mooie van de wethouder van Wijk en Duursteden. Die is aanraakbaar, die wordt aangesproken bij de supermarkt. En ik denk dat daar echt het begin is van die bewustwording en die bekendmaking van het werk wat de adviesraad sociaal domein moet zijn. Aanraakbaar.
Ik vind het allemaal een pleidooi. Nog meer reacties. Een burger die een zorgvraag heeft, die heeft zijn eigen kracht niet, dus dat heeft een deuk opgelopen. Een tweede punt, wat altijd waar het misgaat, is de twee begrippen eigen kracht en een eigen regie. Die horen te pas en te onpas, zoals het iemand gebruikt, maar verkeerd gebruikt wordt. Want iedereen, iedere burger, wil zoveel mogelijk zijn eigen regie hebben. En of je dat nou 100% terug kan krijgen, naar revalidatie of een ongeluk of zo, of hij is permanent niet capabel, dat is een belangrijk issue. Zoals dat op de laatste zorgsalon van Transo in de universiteit door een hoogleraar gezegd werd, een LVB'er en de verwarde mensen in de wijk. We moeten af van die etiketten en het noemen sociaal beperkt. En dan heb je één etiket waar iemand in dat veld een hulp nodig heeft, een hulpvraag nodig heeft, geholpen wil worden, een handje, een steuntje in de rug of wat dan ook. En daar moeten we als adviesraad ook over hebben. Dat de terminologie, het werkveld waar we in bewegen, dat van links naar rechts, van boven naar onder gaat. Wat ik net op refereerde van, we moeten de ruimte opzoeken van wat we willen en wat we kunnen, want we zijn er voor die kwetsbare burger. Dan mag ik wel een tegenvraag stellen, want als u zegt, ik vind eigenlijk die van inwoners zo belangrijk, hè? Ja. Welke instrumenten hebben dan de inwoners in uw gemeente om ook echt eigen regie te kunnen voeren? Nou, de zorg wordt heel vaak geregeld door de rekenmeesters, hè? Dus ik zou zeggen, zorg voor een nog beter PGW-beleid. En toets actief, niet om mensen die met de zorgvraag op de bel drukken en met een zorgplan en dit en dat allemaal klaar moeten hebben. Nee, ga actief zorgen naar burgers die in een kwetsbare positie zitten, die willen dat ze de eigen regie zoveel als mogelijk binnen hun eigen leefwereld willen handhaven. Zorg iemand erbij die eromheen die capabel is om de administratie te voeren en dat hij de zorg in kan kopen en de hulp kan inkopen die hij in zijn levensomgeving, het gezin enzovoort, dat hij dat kan realiseren. Nou, u bent helemaal mijn man. Geweldig. Ja, en ik denk dus ook dat als je dat zegt in je gemeente, dan hoe doen we nou? Als we met z'n allen vinden eigenlijk is belangrijk, hoe doen we dat dan? En dan gaan kijken naar alle regels die er zijn, alle financiële schotten, alle ingewikkeldheden, alles. En werken we eigenlijk vanuit een persoonlijk plan van mensen, wat mensen zelf belangrijk vinden. En gaan we kijken of we dat mogelijk kunnen maken, of hoe we belemmeringen daarvoor weg kunnen nemen. Werken we zo? En werken we met persoonsvolgende financiering of met een PGB? En dan stelt u de vragen die gewoon gaan over hoe krijgen we nou echt een transformatie tot stand. En ik denk als u dat soort vragen in uw raad stelt en dat vanuit constructief meedenken, hoe krijgen we het voor onze inwoners goed, dan gaat u betekenisvol zijn ook als raad. Dan gaat u wethouder er ook iets aan hebben. Meer reacties als het gaat over die term eigen verantwoordelijkheid? Ik ben Colby Nel, voorzitter geweest van de adviesraad Jeugdhulp in Arnhem. En ik puzzel heel erg met de vraag, hoe doe je dat dan als adviesraad? Want het weldoen is belangrijk, maar ook ik merkte op een gegeven moment dat we heel sterk neigden naar het schrijven van advies. Als een soort scorebusinesskaart, minimaal 3 adviezen schrijven, wil je meetellen. Ja, ik zoek eigenlijk, ik vond het een mooie co-creatie, hoe doe je dat nou als adviesraad dat je meetelt zonder in de valkuil van de bureaucratie te verzanden? Hoe doe je dat? Je hebt daar een idee over, praktische tips. Kijk ook even. Ik heb net een paar gegeven. Ja, maar dat ook nog niet. Dit sluit ook aan bij het verhaal van, ja, maar cliëntenraadsleden zijn ook niet automatisch stukken verslinders en vergadertijgers. Dat is de gemiddelde Nederlander ook niet. Dus dat zijn cliëntenraadsleden ook niet. Dus ga ook op zoek naar andere werkvormen. Organiseer themabijeenkomsten. Haal ervaringsdeskundigen bij elkaar, laat ze hun verhaal doen. Betrek de casuïstiek in je beleidsvorm. Laat mensen gewoon hun verhaal doen. Ze hoeven niet allemaal een advies te kunnen schrijven van 60 pagina's met fantastisch mooi taalgebruik. Maar ze moeten wel hun verhaal doen, want dat perspectief van de mensen waar het om gaat, moet in dat beleid voortdurend naar voren blijven. En zoek dat in werkvormen. Niet altijd vergaderen, andere vormen, bijeenkomsten,
datebijeenkomsten bij wijze van spreken, waarbij ervaringsdeskundigen met elkaar spreken. Zoek het in die werkvorm. Oké, meneer Bakker, mevrouw Bakker, nog iets aan te vullen? Of u zegt dat ik hoop dat ik nog tips heb gegeven? Nou, een van de tips was, begin gewoon iedere BMO-raad, sommige sociale domeinraden, begin in de vergadering altijd met een casusbespreking. Laat eens iemand komen, een ambtenaar uit de wijkteam, die een casus voorlegt aan u en die zegt van nou, dit is nou een probleem waar we mee worstelen. Ga dan eens even door zagen op wat is er nou aan de hand. Waarom kan deze persoon geen eigen regie hebben? Waarom lukt het ons niet om hier door de schotten heen dingen te organiseren? Welke waarden zijn er van belang? Hoe zit dat eigenlijk in onze gemeente? Wordt daarover gesproken? Als je begint vanuit de casus, dan doorbreek je dat je vanuit het systeem begint. En dat is waar denk ik heel veel raden nu last van hebben. Het bent een beetje onderdeel geworden van het hele gemeentelijke systeem. Dus je krijgt stukken aangeleverd, dan moet je erop reageren. Dan krijg je een reactie erop van wat een beetje eerder aangeleverd moet worden. Want je hebt een tijd gereageerd. En je gaat ook adviezen maken. Je wordt onderdeel van een gemeentelijk bestuurlijk ding. Terwijl je eigenlijk een hele andere rol zou moeten pakken. U noemde dat straks een geïnstitutionaliseerd orgaan. Ja, eigenlijk. Als je die rol gaat pakken, dan word je een geïnstitutionaliseerd orgaan. En uiteindelijk denk ik dat in 2020 is het geen rol meer. We gaan even luisteren wat meneer Smeets hiervan vindt. Ik vind u vrij negatief over advies aan. Misschien. En dan zie ik het heel netjes. Misschien heeft u een andere beleving met een adviesraad doordat u in Huizen een niet goed functionerende adviesraad had, in uw ogen. Wat ik net al aangeef, adviesraden, daar moet je mee samenwerken. Dus als bestuurder moet je daarmee samenwerken. En dat betekent dat je waterbeleid moet doen en dat je gezamenlijk tot een goed stuk beleidstuk komt of visie, een uitvoeringsstuk, waarin de burger beter van wordt. Want we hebben als adviesraden en als college allebei het beste voor de inwoners. En als u dus niet kunt opschieten met een adviesraad, dan klopt er iets niet in de samenwerking. En dan zou ik zeg maar eerst naar mezelf kijken, als adviesraad, maar ook naar als bestuurder zeg maar, en daar gewoon iets over een gesprek hebben. En dan kan je veel meer bereiken. Ik heb u wel horen zeggen, mevrouw Bakker, ook in uw lezing, dat u ook wel naar zichzelf hebt gekeken, hè, als het gaat om die relatie met de WMO-raad daar in huis. Juist ook, omdat ik denk dat ik het normaal geef. Ik vind het fantastisch dat u allemaal dit als vrijwilliger doet hoor. Maar ik denk wel, als ik nu begon met wat Annie van Leeuwen zei, ik heb niet kunnen terugvinden van wat hebben die adviezen van die adviesraden nou uiteindelijk betekend voor verbetering in de wereld van mensen. Nou, en nu zijn dat is per gemeente. Dat is per gemeente, maar ja. Zij heeft daar ook naar gezocht, hè? Ik ook. En niet alleen in mijn eigen gemeente. En dat, natuurlijk, er zijn best wel dingen verbeterd, er zijn best wel stapjes gezet, maar waar is nou echt sprake van dat we fundamenteel de burger aan het roer hebben gezet, dat we dingen echt veranderd hebben worden, en dat ik dat die rol kunt u wel pakken. Ja, en ik denk, als ik terugkijk naar mijn eigen rol daarin, dan had ik wel weer niet kunnen doen om adviesraad ook meer in die positie te brengen. Maar nou, ik sta hier nu en ik hoop dat ik u meer in die positie breng door suggesties aan te raken over hoe je dat anders kunt. Hele korte reactie van meneer Smits. Ik wil eventjes aangeven, zeg maar, als je samenwerkt, zeg maar, dan kan je heel veel dingen bereiken. Wij hebben de collectieve zorgverzekering nieuw op de kaart gezet binnen de gemeente. Van 300 deelnemers naar 2500. We hebben zeg maar, de inkomenstoets hebben afgeschaft voor de minima, zeg maar. Dat is ook uit onze koop gekomen. We hebben andere zeg maar, verordeningen. Die zijn gestoeld op het beleidsstuk. Dus er staat niet in als je als minima, is een woord, als je in de problemen komt en je kan je huur niet meer betalen, en je komt in de schuldhulpverlening en je krijgt bijstand enzovoorts, dan moet je verhuizen, staat erin. 99 van de 100 verordeningen, die zijn gewoon geplakt en geknipt van de VNG. Dat staat niet bij ons in de verordening, want er zijn geen huizen met minder huur. Dus als je als adviesraad dat soort dingen inbrengt, zeg maar, dan word je sociaal. Dat zijn concrete voorbeelden, daar hou ik van. Meneer, u wilt reageren? Ik heb een hele andere vraag als dat mag. Ik ben wel geprikt. Wie bent u? Jan Overberg, Crestfit, lid van de koppel van de adviesraden. Net verkozen, helemaal net. Dus, U bedoelt vanochtend? Vanochtend, ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja, dat doen we blij uit. Met u niet, hè? Dus, ik wil getrekken door de mensbeelden. Hè. Een mooie beschrijving hoe je daar als daar kunt kijken naar professionals. Ik ben even benieuwd of raden
het hier met elkaar over hebben. Beleid is makkelijk, denk ik, maar heb je ook over mensbeelden van de professionals en van de ambtenaren? Best spannend onderwerp, dus ik ben benieuwd of de ervaring is. Ik vind het wel, en van zichzelf hoor ik nog iemand zeggen. Ik vind het wel een goede, want ik wil terug ook even los van de rol waar u het over had, van de adviesraad Sociaal Domein, wil ik even terug naar alle andere dingen die u heeft gezegd in uw lezing. En dan kom ik zo weer uit bij het panel, want die staan ook ongeduldig te wachten. En die vraag is af, komen wij dan aan de beurt? Het antwoord is ja. Maar we gaan eerst even naar de mensbeelden. Wie voelt zich aangesproken door deze vraag van de kerstverse bestuurslid van de koepel? Mensbeelden. Zijn jullie daar wel eens mee bezig in je adviesraad? Meneer Van den Berg. Ja, voor de derde keer, sorry, maar natuurlijk houden we daar rekening mee. Want we hebben politiek onafhankelijk te zijn, maar we hebben ook het CDA en allerlei partijen. Ik ben lid van een uitdrukkelijke liberale partij. En als je dan met het... Welke is dat? Want dan verklap het ook maar. D66. Als je dan bestuurlijk overleg hebt, dus met de wethouders en zo, en als dat dan de wethouder van die van een andere partij is, en die zegt, ik word ziek van al die liberalen om me heen, dan denk ik, Karel, je hebt het verrekt goed gedaan. Ik neem aan dat dit uit het leven gegrepen is. Hè? Ja, dat is alles echt gebeurd, dames en heren. Nog meer reacties op het fenomeen mensbeeld. Ja. We hebben ook beperkt tijd, hè? Ja. Sorry, moet ik even. We hebben beperkt tijd, zegt u? Nou, te beperkt om je ook nog te verdiepen in mensbeelden, bedoelt u? Ja, je hoopt dat je mensen met een beetje rugzak op meeneemt. Het is altijd spanning in als je wil een stuk activistisch zijn en een stuk beleid. Nou, en dan hebben mensen zijn ook beperkt in de tijd die erin zit. De grijze golf is al te groot in dit soort bladen. Maar je moet wel oppassen dat je niet in een beroepsomgeving, vind ik het heel wat anders, dat je uitvoerig geen trainers inhuurt om wat over mensbeelden te hebben en dat soort dingen. Maar adviesraadsleden zijn ook beperkt in tijd. 10 tot 15 uur kost het mij dan. Hè? Bij een andere wat iets minder. Maar ik vind dat dat een spanning is waar je mee moet leren. Wat ook een gegeven is. Dit is een vrijwilligersclub. Helder. Nou, misschien kan het proefschrift van mevrouw Bakker wel helpen of op het spoor zijn. Ja, ik vind dat. Sorry? Als je het nou hebt over institutionaliseren, in beroepsomgevingen vind ik dat geweldig allemaal. Hè. Heb ik meer dan zat gedaan. Maar je bent een advies opgegaan, je moet zorgen dat je dicht bij die burger ook blijft. En dit soort, ik hoor er erg veel, ook institutionele voorstellen, zou ik maar zeggen. Oké, dat is een helder statement. Mevrouw Bakker, korte reactie. Ja, mensen die hadden vroeger te ver voor zo'n vrijwilligersorganisatie. Perfect voor beroepsorganisaties. Zo mooi vond aan het voorbeeld dat u net noemde over de verhuisverplichting. Vanuit welk mensbeeld maak je eigenlijk zo'n beleid? Vanuit het mensbeeld, vanuit een neutraal mensbeeld, dat mensen er altijd op uit zullen zijn om gewoon zoveel mogelijk zeg maar, hun eigen dure ding te doen. Dat klopt helemaal niet. Als je een ander mensbeeld, bijvoorbeeld een relationeel mensbeeld, hanteert, dan zeg je. Laten we eens met mensen in gesprek gaan over wat hier mogelijk is, wat hier niet mogelijk is. En niet vanuit de gedachte dat mensen altijd het duurste zullen kiezen, maar wat voor hen het best passend is. En wat dus ook niet per definitie altijd de duurste oplossing is. Dus het is wel degelijk van belang dat als je een beleidsstuk te lezen krijgt en er wordt een advies gevraagd, dat u zich afvraagt welk mensbeeld zit hier nou eigenlijk achter. Vinden wij nou eigenlijk allemaal dat al die mensen die hier komen en beroepen op de gemeente alleen maar onze ruimte aan het leeg eten zijn? Of vinden we dat we op een hele andere manier naar die mensen moeten kijken? Dat ze een heel wezenlijk ander invalshoek en dat ga je ook altijd als advies zien. Oké, tot zover de mensbeelden. We gaan even terug naar de lezing die u heeft gehouden. En ik wil de 4 panelleden op de beurt even de kans geven. Want ze hebben allemaal enthousiast meegeschreven, zie ik. Behalve meneer Tjech, die doet dat even uit het hoofd, denk ik. Heel goed. Even om de beurt reageren op de lezing. En met name dan dingen die nog niet genoemd zijn en die u wel heel graag kwijt wilt. En ik begin bij u, aan deze kant. Nou, ik las de samenvatting van Janine die ik toegestuurd kreeg van de week. En daarin werd heel erg aanvankelijk en heel negatief in, althans zo heb ik het beoordeeld, op de rol van ambtenaren en gemeenten. En ik merk nu daar 4,5 jaar lang rondloop dat daar zoveel passie ook zit. En zoveel betrokkenheid bij werkt, dat gaf jij later ook gelukkig ook aan van hè, laat het beeld kantelen. Want juist de adviesraad denk ik ook van er zit soms zoveel argwaan en wantrouwen.
En heb nou vertrouwen in die professional. En als het woord calamiteiten en scherpe calamiteiten voorkomen, kom op, denken we echt dat we beleid gaan maken waarmee we calamiteiten gaan veroorzaken. Hoe houdt dit in uw hoofd? Daar word ik echt boos om. Ja, ik scherp maar even scherp. Ik heb nou je hebt nou eens vertrouwen in elkaar en dat is de enige manier waarop je verder komt. Maar wees kritisch op elkaar. Mag, graag. Mag wel reageren. Ja. Zeker, want dat wilt u heel graag volgens mij. Ik ben toevallig oud gemeenteraad bestuurder, 12 jaar lang de fractievoorzitter geweest. En in mijn tijd zeiden we 15 jaar geleden, het wordt tijd dat die jeugdzorg naar de gemeente gaat. Ik was daar volstrekt mee eens. Ik heb daar niet meer twijfel over. Of dat wel verstandig is. Ze zijn pas net begonnen, ik heb straks even kans. 2015, neem ik kwalijk. We mogen 3 jaar niet meepraten. Ik vergoed zeker de club BNB van goede advies in dit geheel. Maar de calamiteiten zijn, die vinden daar plaats. En ik kan me inderdaad voorstellen dat de boekschrijvers Tompkens en Duiflijk op doen, de verhuizing van de verzorgingsstaat. Op dat punt was dat wel verstandig. Ik weet het, ik heb daar mijn vragen over. Ja. U vindt het eigenlijk onverstandig? Laat ik zo zeggen, ik moet constateren dat alle fouten die destijds in de jeugdzorg zaten, 10 jaar geleden, dat die er nog steeds zijn. En dichterbij brengen van de gemeente, dat punt, heeft ons geen stap verder gebracht. Sterker nog, het beleid van 10 jaar geleden is door gebrek aan regie van gemeenten met name, gewoon gekopieerd. Dus andere woorden, de verantwoordelijkheid van de professionals, dat bedoel ik niet de man en vrouw die aan het werk is met de handen en met de voeten, maar het management is gewoon overgenomen. Gewoon een kopie van bureau jeugdzorg vindt nu groot plaats in de meeste steden van dit land, waarin gewoon gekopieerd wordt wat er vroeger al gebeurd was, inclusief alle fouten. Nu gaan we terug naar de wethouders, want die is naar nee te schudden. Ik ben even bij u, mevrouw Van Gert. Ik hou het vast. Ik ben het hier echt niet mee eens. En ik ben heel erg blij dat jeugdzorg ook naar de gemeente is gegaan. En ik herken helemaal niet wat u zegt, maar het zal waarschijnlijk per gemeente wel verschillen. Ik zal even heel kort zeggen wat wij hebben gedaan in Mondelskamp. Toen in 2015 met de decentralisatie dachten wij hebben niet de expertise. Wij gaan naar 1 preferred partner, die heeft ja, dat is toch wel makkelijker zo. Die heeft de kennis. En ja. Wij hadden natuurlijk wel de regie en de verantwoording. Maar toen in 2015 hadden wij 123 zorgaanbieders. Ga er maar naar staan als ambtenaar. Daar moet je 2 keer per jaar gesprekken mee voeren. We hebben het uitbesteed en dat hebben we gedaan via de methode Best Value. Dus 85% kwaliteit, 15% prijs. En ik ben op de dag van vandaag na 2,5 jaar zo blij dat we dit gedaan hebben. Ja, we hebben ook een forse stijging in jeugdzorg. Maar dat komt omdat we hele grote wijkteams hebben die integraal werken. En de wijkteams zitten? Ja, wijkteams, sociale wijkteams. Maar daar zitten GGZ-artsen in, daar zit het hele veld in. We hebben daardoor veel meer kinderen, vinden we. Maar daar ben ik heel blij mee, want die gaan later niet naar die dure zorg. Drang doen wij in de wijkteams. En ik zie nu al een afname van dure zorg in de jeugdzorg. Dus ja, ik ben heel blij dat jeugdzorg naar de gemeente is gegaan. Maar dan moet je het wel goed aanpakken. Ja. Oké. Okay. We gaan naar Abtjeg. Uw reactie op de lezing. Daar ben ik eigenlijk wel heel nieuwsgierig naar. Het is al driftig mee te schrijven tijdens de lezing. Dat heb ik wel gezegd. Ik sluit ook even aan bij wat er net gezegd wordt. Als je volgens mij een goede beoordeling wil maken van of decentralisatie zou goed terechtkomen, dan vind ik dat nog veel te vroeg. 1 januari 2015 kreeg de gemeente taken aan op de jeugdzorg. En we zijn 3,5 jaar verder. De eerste 2 jaar zijn de gemeentes bezig geweest om überhaupt het hele systeem over te nemen. Om de financiën, de relaties met alle instituten, heel veel dingen waren nog niet geregeld, die moesten nog geregeld worden. Waren we er klaar voor? Nee, natuurlijk. Waren we er klaar voor, vraagt meneer Hoogthuis? Dat kan ik helemaal niet, want in 2014 werd wel besloten dat we het überhaupt kregen. Dus ik zat zelf 3 jaar lang bij VWS om te zorgen dat die wet een beetje gemeenteproef werd. Dus ik denk dat er goed genoeg bij zat om te weten dat gemeentes niet klaar konden zijn voor de kwijt. Want het ging om of de Kamer wel uiteindelijk zou ja zeggen tegen die wet. Ja, wat u tegen mij zei in het voorgesprek was dat de gemeente kregen een koekje van eigen deeg. Want op een gegeven moment gingen ze zelf roepen. Ja. Wij kunnen dat best, hè, wat landelijk wordt gedaan, dat kunnen wij in de gemeente ook. Sterker nog, we kunnen het wel goedkoper. Daar werd de overheid namelijk helemaal blij van. Ja, dat hadden ze nooit moeten zeggen. Maar dat is wel... ja.
want de gemeente zei om de Tweede Kamer lekker te maken, dat besluit nou echt te nemen. Want in september 2010 besloot alle fracties in de Tweede Kamer besloten, het is goed om dat naar de gemeente gaat, de jeugdzorg. Er werd er niet gesproken over bezuiniging. Later kwam die crisis en toen werd er in één keer bedacht van die 3,5 miljard gaat er een half miljard af. En de gemeente had van tevoren gezegd, wij kunnen het veel beter en goedkoper, want wij hebben dan geen last van al die verschillende intakes en die verschillende aansturingen. Dat is één aansturing, dus niet meer Rijk, zorgverzekeraar, provincie. Nee, de gemeente. Dat zou veel goedkoper zijn. En Van Rijn heeft dat goedkoper natuurlijk aangegeven. Ik dacht van, nou ja, als jullie zelf goedkoper kunnen, zal ik het wel slim boeken voor jullie. Dan hoef je daar geen moeite voor te doen. En ja, dat kost ook. En dus wij namen het over in 2015 en we hebben het nog niet al, want er is eigenlijk, laten we eerlijk zijn, er heeft nergens in de krant gestaan vanaf 2015 waar een kind tussen van een schip viel met de gemeente goed deed. Nergens. Er zijn geen rechtszaken geweest, nop. Dus laten we dat ook even vaststellen. Gemeentes namen dat keurig netjes over. Vervolgens zijn we nog in 2 of 3 jaar verder en blijken er geweldige tekorten te zijn. Van de 380 gemeenten zijn er meer dan 200 gemeenten die tekort hebben. Zijn gemeenten die niet hebben, ik woon in gemeente Bergijk, daar heb ik geen tekort. Gemeente Eindhoven 17 miljoen tekort. Daar zijn ze het uitzoeken, maar ze niet achterkomen waar zit hem dan nou in. Bijvoorbeeld in de gemeente Eindhoven komt erachter nu, een analyse van 2 weken geleden, dat, dat ze gewoon 50% te veel betalen aan die instelling. Die tarieven liggen veel te hoog. Die zijn dan teruggedraaid. Die gemeente die instellingen piepen, maar voor de helft van het tekort zit in tarieven. Hoe komt dat? Met die gemeentes, die hadden, de provincies, laat ik even heel simpel zeggen, de provincies hadden eigenlijk zaken met een handjevol zorginstellingen. Gemeentes hebben overgenomen, die hebben tegelijkertijd, gemeente Eindhoven althans, die heeft toen gezegd van iedereen kan inschrijven, open inschrijven, Europees aanbesteden. Toen hadden ze niet één keer 50 instellingen die dit deden, maar hadden ze 150. Allemaal kopjes uit de regio die meededen, die dachten ik ga het meepikken in Eindhoven. Als je een krantje kan krijgen, wie weet, groeit dat uit tot iets heel moois. Ja, nou dat groeit uit tot niks, want dan heb je geen samenwerking. Dus dat soort dingen, en daar leren wij, daar leert de gemeente van, door dat gewoon weer netjes terug te gaan draaien en zeggen, oh dat is niet zo'n goed idee. Ja, dat moet je gemeenschap inzetten. Er is een bestuurskundige, die heeft ooit gezegd, en volgens mij klopt dat, vanaf het moment dat je in de samenleving constateert dat iets niet wil deugen, duurt het precies 10 jaar voordat er een wet is die dat gaat regelen. En het duurt vervolgens weer 10 jaar voordat die wet, wat er in die wet staat en de bedoeling van de wet exact zo is, dat, zoals de praktijk zou moeten zijn, duurt 10 jaar. Nou, wij zijn 3 jaar op rit en we hebben echt die jaren nodig om zo te zijn. Dat is in 2035. Ja, ook. Jij rekent niet goed. Nou, we zijn er 15 begonnen, 10 jaar erbij om het te regelen en dan 15 begonnen, dus dat is 25. Nou ja, dan heb ik 10 jaar voordat die werkt zoals de bedoeling was. Nee, want in 2005 werd geconstateerd dat het zou goed zijn als er iets anders kwam. 2015 was die wet er en 2025. Dus dit kost heel veel tijd voordat die ambtenaren en bestuurders en instellingen met elkaar zover zijn dat wij echt geleerd hebben om het goed te doen. En jongeren dan. En jongeren dan in dit verhaal. Tom Oorthuis heel kort, want we gaan ook langzaam richting afronding. We hebben namelijk nog een heel verrassende spreker. Het gaat hier zo'n kwetsbare kindervallen duidelijk uit. En ik vind niet dat je daarmee aan moet experimenteren. Dus ik kom zelf. Vanuit, ik ben al pedagoog, ik kom uit die branche. Wat er gebeurt is niet zozeer het mensbeeld, maar is meer wat Weber gezegd heeft, de organisaties. Die zichzelf altijd in stand blijven. Organisaties hebben de neiging om zichzelf in stand te houden. Jeugdzorginstellingen dus ook. Goed, ik wil even 2, 3 reacties uit de zaal. Heel kort zeg ik erbij, ik zag al de hand van Petra van der Horst. Sorry? De laatste 5 minuten, 10 minuten gezegd is door het paneleden. Korte reacties en anders gaan we afsluiten met Jannie Bakker. Zij heeft tenslotte een lezing gehouden. Ik wil jullie eigenlijk ook wel graag in het laatste woord geven. En u zit nooit op een woord verlegen, volgens mij. Ik kan gewoon niet van leven lijken als ik dat zou horen vertellen. Klopt. Ik begrijp de hele discussie, maar ik vind waar ik mee begonnen, van als we doorgaan zoals we doen, dan blijven we vooral over elkaar praten. En dan staan we hier over 3 jaar met hetzelfde. En als we 10 jaar verder zijn, dan staan we ook weer met hetzelfde verhaal. Ik hoop echt dat ik u gemotiveerd heb om echt anders te gaan kijken. Echt fundamenteel anders kijken dan we normaal altijd naar uw adviezen kijken, naar de rapporten die gemeten. Echt kijken van kunnen we dat anders doen, maar dan vanuit het perspectief van hoe zijn we van betekenis voor onze inwoners. En ik heb het natuurlijk gewoon meegegeven, ik hoop echt dat u daar nog eens een keer op beroemd. Maar hoe zouden we dat nou op die manier?
dingen kunnen doen, dat we niet zeggen van ja, dan die gemeente was gewoon ingewikkeld en ja, we hebben een andere, we hebben een hele andere organisatie, we hebben allemaal verklaringen waar dat niet kan. Maar we zien ook gemeenten waar het wel kan, maar we zien ook dat daar waar het wel gebeurt, dat we daar dingen gaan doen die betekenisvol zijn van mensen. En grijp nou die kans om te zorgen dat we die transformatie sneller gebruik maken van de kennis van al die pareltjes in al die gemeenten die goed werken. He, die noemen net voorbeelden, dingen van ga kijken hoe heb je dat voor elkaar gekregen. Dan kunnen we dat die andere gemeenten ook doen. Ga slim met elkaar aan de slag. En laten we niet hoog over allerlei beleidsdiscussies voeren over wat er niet goed was geweest. Het is goed geweest dat we decentralisatie naar gemeenten gingen. Als gemeente de kans pakken om daar door te gaan doen, integraal, waar het voor de inwoners van betekenis is. En u kunt daar aan helpen. Presentje. Ik vond het heel fijn dat u dit verhaal heeft gehouden vanmiddag. Er wil nog iemand reageren, zie ik dat goed? Dit is niet zo'n à la Petra van der Horst, hè, dat het dan niet doorgaat. Heel kort. Grapje, Petra. Wie bent u? Willemijn de Vrie, kinderrechten nu. Ik miste toch wel de stem van het kind in het verhaal. En ik wou toch zeggen, we kunnen het zeker anders doen. Kunnen het samen met kinderen anders doen. Want kinderen voor de puberteit hebben het nodig om te verkennen, herkennen, te zien, te leren wie ze zijn. Of alles normaal is, niet normaal is. Dat als er iets verkeerd is, dat ze daarover moeten praten, aan de bel moeten trekken en weten naar wie ze toe moeten gaan. We hebben met, samen met kinderen 30 jaar gewerkt, een mooi plan. Het wordt nu in een aantal gemeentes uitgevoerd, samen met de JGZ, omdat je het moet verankeren. Maar dat gaat, denk ik, toch een deel veranderen. Want op die manier leren kinderen van elkaar en leren participeren. Want het is niet vanzelfsprekend dat iedereen kan participeren. Als we een kinderraad hebben, dan zijn het een aantal kinderen die het graag voor andere kinderen op willen komen en vertellen. Maar nu moeten we zorgen dat we alle kinderen gaan bereiken. Dus naar de kinderen toe en daar beginnen om hun eigen verhaal te horen, centraal te stellen. De jeugdgezondheidszorg die dan direct en op maat de interventies die nodig zijn kunnen leveren. Ik stop nu, maar dat is... Uw pleidooi. Ja. Goed zo, Willemijn. Ik was bezig met de voordelen van gezetjes. Jannie Bakker had ik als eerste. We gaan naar Wil Kosterman, dat doen we dan toch even op deze manier. Mevrouw Kosterman, zeer bedankt voor uw bijdrage. Sommigen hebben nog van die strikjes, anderen niet. Gaan we ook nog even organiseren, zo meer even bedankt voor jou. Ab Tjech. En tot slot Tom Oorthuis, zeer bedankt voor jullie bijdrage. En deze mogen jullie nog even geven. Applaus. Hij zit al een tijdje te openen voor ongeduld, dames en heren. Ik ga aankondigen wie...